Alexander Mestag, 28 jaar en uh, manager van Gilles van Barotelli. <laughs> Gilles een 28 jaar. Ik word gemanaged door Alexander deze Mestag. Wie van jullie is de grootste Anderlecht-supporter? Alex. Ja. Van 0 tot 10. Ja. Hoeveel geven jullie paarswit voor dit seizoen? 6,5. 7. Fred Berg vindt het objectief gekeken een goed seizoen. mee eens? Ja. ja. Wie was voor jullie de beste speler? Dreier. Tegen je hoofd. Op het einde van de rit wint Anderlecht de titel met ultradefensief voetbal of ze worden de tweede met het mooiste voetbal dat je ooit hebt gezien. Kampioen. Kampioen. De seizoen mogen jullie één type speler bij deze kern halen. Welk type speler zou dat zijn? Anthony Van den Borre. Komende <laughs> um. Lukaku. Oh. Zouden jullie Brian Riemer laten blijven als hoofdcoach van Anderlecht? Ja. In het café chantant, café chantal, daar krijgt u bij uw wijntje een treintje en refreintje. In het café chantant, café chantant, daar heeft u voor een prik den hele avond schik. Dinsdag 28 mei, het nieuwe café met naar het geetenvogeladen uh, Alex. Goh, ik ben de achternaam compleet. Het is mestdag. Kijk eens aan en Biabé. Hi, guys. Goeie, Goeie avond. <laughs> Dag Dries. Alex, ik ben blij dat je er bent. Dat is de eerste keer dat ik zo'n schaamtelijke intro doe. Maar het is, uh, dat is oké. Laat eens mezelf al vergeven. Gilles, uh, tof dat je er bent. Ik heb een paar keer bij Barotelli gezeten. En ik dacht, ik denk u gewoon, nog eens naar hier. Dat me dan lijkt me dan maar eerlijk. Oh, weer over elkaar. Het <laughs> uh, is jullie soms naar Café Constant eerlijk zijn? Nee. Ik luister niet maar naar podcasts. Ja, ik luister ook naar geen enkele podcast eigenlijk. Dat is, dat is mijn oprechte antwoord. Ja. Dat was het dan. Hè. Uh, dag mensen, nee, bye, bye. tot de volgende Tot de week. volgende keer, Bedankt. dankjewel. Vergeet zeker niet om ons te volgen. Ja, het <laughs> <laughs> <dat> is wel <laughs> waar. Ik denk dat je er veel mee bezig bent, denk je nog eens naar voetbal luisteren. Moet zijn, dat dan... Er zijn ook zoveel meningen en zoveel... Ik, heb, ik vind het heel moeilijk om te luisteren naar voetbalpodcasts, omdat of ik kijk naar de match, en dan maakt het mij niet uit wat dat iemand anders zegt... Of ik kijk niet naar de match en dat maakt het me ook niet uit wat dat iemand zegt. Dus ja, ik denk ja, dat er gewoon te veel meningen te veel. online zijn misschien. Gewoon te veel. Het is ja. te overload aan en inderdaad, um, ik snap dat wel een keer dat met, met de Premier League ook. Als je, dat, als je zelf kijkt, waarom zou ik dan bijvoorbeeld naar Kik en Russell als Ik kan daar niet, alleen ik kan daar niet, ze weten te veel. En die mannen van Koelkast versta ik niet, dus daar laatst kan ik helemaal niet naar. Dat is een dat denk ik denk <laughs> dat ermee uh, Alex, Gil zei mij na de laatste barotelli dat jij nog kritischer zijt dan we geen Kenny als het op Anderlecht aankomt. Uh, dat zullen we vandaag <laughs> zien. Ik denk wel dat ik een van de meest kritische uh, ja, Anderlecht-fans ben. Mm. Uh, heel lang ben geweest. Het is daarmee dat ik ook soms een beetje ruzie heb gehad met een paar mensen op Anderlecht. Maar het is wel altijd uit liefde geweest voor de club. Met wie? Ja, dat ga ik niet zeggen. Nu dat ik eindelijk goed terug ben met de club, ga ik niet. Ja, maar geheimelijk ja, podcast doen, dan ga je het nu niet opfocussen. Dus nee. Maar er zijn, zijn ook al mensen die ook al weg zijn en zo. Maar gewoon nee. omdat ik zeg altijd mijn mening. He, he. Heb jij Vincent Company weggejaagd? We, 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 hebben, hem, we, hebben, hem we hem hebben hem gevonden. Nee, nee spijtig genoeg niet. Maar ik heb <laughs> wel een paar keer... Uh, nee, is niet waar. Maar ik heb wel een paar keer... Ja, als, ik, als ik niet content ben met waar gebeurt, dan zeg ik dat gewoon niet. Hmm. Je doet me heel hard denken aan mijn vader. Zo. Mijn vader is ook zo. Als, je, als ze tijdens de rust niet 3-0 voorstaan, dan zet je de TV uit. Ja, Kijk naar iets anders. Dat is wat ik. ik ga het bijna zeggen wat ik gewoon ben. Ik kan niet zeggen dat ik gewoon ben dat we altijd 3-0 voorstaan. Maar ik heb gewoon een heel hoge eis voor de club. En voor het spel dat moet gebracht worden. En alles omtrent de club. En ik ga dat niet verlagen omdat we het minder doen. Want dat vind ik gewoon mm. ja, mediocre. Of zo. Je pa heeft wel niet veel voetbal gezien <laughs> de afgelopen jaren. Nee, nee, nee. Echt waar. Die, die kijkt de eerste. Die komt meestal. Ben ik, ben ik altijd zo de wedstrijden zelf aan het kijken uh, in de zetel? En dan komt hij zo binnen, minuut 20. Hm? Het is 0-0 of ze staan 0-1 achter en dan, dan kijkt hij niet. Hm. Hij heeft zoiets van: als, als we niet voorstaan, na, hij, hij zegt, als de niet voorstaan na 10, 15, 20 minuten, waar ik dan kijk, hij wil champagne voetbal. Hij is wel zo. champagne voetbal. Ja, maar ik kijk nog wel. Zo mm. ja, ja. Maar... vind ik het hetzelfde als ik denk. ik. je die scores voor het seizoen. Jij bent 7 op 10, denk ik, Chill. Dat, dat is niet weinig. Als je op voorhand zegt. Dat ander ligt derde woord op... Hoeveel punten is het van de uh, Drie punten? 3 Drie. Drie punten? Nee, nu meer. Hè? Nee, nu meer. Vier. Ja. ja. Als je dat op voorhand zegt van het seizoen, dan geef je een zeven op tien, denk ik. Als je al niet meer geeft na vorig seizoen. Ik denk zelfs met de namen die er zijn bijgehaald. En uh, Torjan met en Jan Vertongen, uh, die er al wel was. Maar Ik denk als je al die namen optelt, en de blessures die er ook zijn geweest, dan is derde worden voor mij een zeven op tien. Dat is dezelfde sprong dat Bologna in Girona, Girona hebben gemaakt in Italië en Spanje. Hè? Van 11 naar 3 ongeveer. Die hebben wel een andere geschiedenis natuurlijk. Dat is waar. Ja. Maar daarom dat het bij hun is het ook geen 7, maar een 9. Ja. Daarom kan ik me nee. inbeelden dat een 7 bij andere wel zou passen. Hoeveel dus zou jij geven, Kenton. Vermoed oh. iets minder. Ja, um, ik denk puur resultaat gezien. Ja, moet je misschien tevreden zijn met een derde plaats in Europees voetbal? Denk ik wel. Uh, maar dan blijft bij mij toch de vraag van, van eh, ook als je naar de toekomst kijkt van ja, met dit voetbal, met deze ingesteldheid, met deze coach, mm. wat gaat het volgend jaar geven? dan kom ik echt met de beste wil ter wereld aan een 6 op 10. En dan is dat echt puur een, 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 een resultaat gebaseerd. En, een, ja. een 6 op tien op de schooljaar blij dat je er doorwaart, maar dan ben je niet, daar was je mama niet blij mee, hè, om te zeggen. Misschien in mijn geval wel, maar, maar ja. <laughs> Ja, dat is het een half, denk ik. Maar ja, het, was... het grappige is, ik heb 48 uur geleden in onze eigen podcast 5 op 10 gezegd. Dus <laughs> <laughs> um, stijgt met de minuut. Maar ik heb nu een beetje tijd gehad om na te denken. 6,5, omdat inderdaad, ik denk als je in het begin van het seizoen en wat dat we vorig jaar hebben gedaan en de afgelopen jaren eigenlijk, op basis van dat, als je tegen mij zou zeggen, op twee weken van het einde zijn wij, staan wij eerst en spelen wij voor de titel en zijn we competitief, dan zeg ik, ah ja, top, we zijn terug waar we horen. Mm. Maar door het verlies tegen Brugge. Wat voor mij een wedstrijd is, dat je gewoon niet mocht verliezen. En waar ik eigenlijk ook geen uitleg voor wil. En dat is dan weer zo'n beetje het kritische. Voor mij moet je die match winnen. Maakt niet uit hoe. Mag... Ik, ik wil ook niet weten wat de tactische redenen waren of is misgelopen. Je moet gewoon winnen tegen Brugge. Dat is fucking Brugge, snap je? Dus na die match had ik zoiets van, ja, 5 op 10. Want fuck it. Maar objectief gezien heb, je wel, heb ik wel zoiets van, ja, we zijn competitief geweest. En eigenlijk op twee matchen van het einde speelden wij nog voor de titel. Mm. Dat is veel beter dan vorig jaar. Hè? Ja. We gaan het afgelopen seizoen eens overlopen. Uh, ik had vroeger de traditie om maand per maand echt dingen te gaan uitplukken en te analyseren. Ik vind dat niet meer zo'n sexy model. Dus we gaan dat niet doen. Ik ga er gewoon wat dingen uitplukken. Uh, we hebben ook wat vragen gesteld, of de vragen gesteld aan de kijkers van. Als jullie vragen hebben voor ons, let us know. Die gaan zeker ook passeren. Uh, misschien om te starten, want die vraag is ook heel veel geweest. De transfers er zijn er wel wat geweest deze jaar. Ja. Om die eens even te gaan bekijken. Ik sta voor dat we daarmee beginnen, want die namen gaan ze allemaal nog wel passeren. Uh, Laten we beginnen met de middenvelders. Er zijn er vier gehaald. Zou je dat nog kunnen zeggen? Wie? Allemaal. Wat de lening is op uitleenbasis gehaald. Ritz. Ja. Ritz ja. is van Club Brugge gekomen. Op, ja. Helemaal op het einde, denk ik. Ja. Ah, nee, dat was redelijk vroeg. Ja. Um, Hazard, kreeg ik die bij de middenvelders? Ja. Bij de spedaanvallers. <sniffs> Oei, uh, was er al, Verscharen was er al. Wacht, is die, die er Nederlander er in. nog bij? Ja. Justine Longwijk. Justine Longwijk, juist. Die speelt u met Fortuna Citaert. En wow. niet dat wie team. vergeten we dan? Uh, flips. Ach, amai, ja. ja, 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 ja. Oh, maar ah, maar Flips wel, Hazard niet. Ja, ja, ik ben op de transvijmerk van zien wat als een positie Hij is altijd waar. zo. moet er oh. altijd slecht uitkomen bij hem. Ja. <laughs> nee, Zicht, uh... nee, ja, ik kan niet met exposen, want okay. dat is echt wel waar. Wie van die vier is nu onbetwist een patroon geweest deze jaar. Daar werden die eigenlijk wel voor gehaald, hè, voor die jonge garde. mee ja. te pakken. Ja, de Leni voor mij wel. Alleen nu. af en toe die blessures meer dan op. Dan iets? op, op. Ja. ja, want ik denk als de Leni nooit geblesseerd raakt, is hij, staat hij er altijd. Maar je ja. ziet ook als de Leni nooit geblesseerd is, speelt hij niet aan licht. Dat is zijn probleem. Hij zal twee, drie jaar aan het sukkelen. En die gast had echt een, een fit seizoen nodig. En gezien nu op het einde, ik denk dat hij echt pas in de playoffs eindelijk fit was. En hij had echt impact. Hè, duel, hij won duel. Ze was overal. Ja. En ik in de competitie had ik vaak zoiets van: die hangt nog met huid en haar aan en elkaar. Dat, dat is zo heel frazziel ja. en, die, en die vliegt ook overal in. En dan is dat ja. zo maar ik, ik denk, De fit, ja. Maar ja, dat is de vraag: hoeveel fit is hij nog? Maar ja, dan maak ik wel de som. Als je, je kunt inderdaad stellen dat een fitte De Deleni waarschijnlijk de patroon op het middenveld van Anderlecht is op dit moment. Maar als je nooit fit bent. Je hebt niks aan die stelling. Ja, tuurlijk. Ah, als, maar, als mijn oma wil had, was ze een fietsnotje. We <laughs> kunnen altijd niet fietsen op mijn oma. Ring, ring, bitch. Maar het, het, het... hoe zit dat dan? Zou, zou je daar nu geld aan geven om die op handen licht te houden? Uh, ik vind dat heel moeilijk. Ik. ik... Die vraag is vaak benieuwd. Uh, het ja. probleem is, je hebt... Allee, we zijn nu al naar het tactische echt. En ik denk dat de middenveld totaal niet klopt op geen enkel moment. En de, de, constel... Allee, de samenstelling met, 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 met Ritz. Allee, voor mij beginnen heel veel problemen op dat middenveld. Ook iedereen zegt van je verdeling is te traag, want je kunt niet hoog genoeg spelen, daardoor. Dat is zever. Je middenveld is niet balvast genoeg, je middenveld heeft nooit controle over een match. En daar ligt ook heel veel. Je hebt nooit, je wint geen duels, je wint geen tweede ja. ballen, heel weinig. En je hebt nooit controle over een match. Dus ja. voor mij, wat ik zou zeggen, ik mis. Want jij zei, Lukaku, oké, goede spits, Bestacht Hij zei van een borre, natuurlijk ja, kult altijd. Maar als ik, ik mocht kiezen, nu één speler is het Lucas Bilia. Middenveld op zijn eigen, metronoom. En dat heb je nodig. Ik had al gezegd bij Olympiacos, die is Santiago Hesse, Dat daar oh, nu ik, zit. Maar ik zie ja, alles trappelen van ongeduld. Ja? Ja? Te... Ik vind dat super interessant omdat... Ik denk dat we allemaal zo die denkoefening maken, maar ik denk dat we ons moeten afvragen: ja, is er niet een verschil tussen hoe wij heel graag zouden willen spelen en hoe de coach wil spelen? Mm -hmm. En ik weet niet of dan de Lucas Biglia in het systeem dat de coach nu speelt, zo die rol zou opeisen, omdat ik niet weet of dat wij zo zouden spelen als die daar stond, snapte. En ik denk dan ook, als we denken aan de laatste jaren van Biglia, ja, het was heel veel zijwaarts en niet heel verticaal bijvoorbeeld. Ja, dat ik vind hoe dat we nu spelen is, is vaak heel verticaal. Dan zou ik misschien denken: van, ah ja, een Tielemans ja, die een breekt lijnen. Als een er erdoor komt, mm -hmm. als een Hazard erdoor komt, als hij fit is, natuurlijk. Maar ik, weet, ik, ik, denk dat we, ja, ik denk dat we allemaal altijd een beetje gaan botsen op hoe willen wij spelen of wat zijn wij gewoon. En klopt dat met, met wat deze die coach doen? Kijk puur naar dat je. Een patroon echt nodig hebt. En Bilia kon alles. En inderdaad, had, Maar Bilia had controle over het middenveld. En dat hebben we niet. Je kunt die gasten sturen. En als we na gaan nakijken in die vijf jaar met wie dat Biglia allemaal centraal middenveld gespeeld heeft. Gillet, Clashton, euh, noem maar op. Die stond daar altijd met echt middelmatige allee, spelers die uit positie liepen. Die, waar dat je heel weinig aan had. En die zou perfect dat middenveld bij elkaar kunnen houden. En dan mis ik zowel bij Riets, die te veel bezig is met zijn eigen problemen op te lossen. De leni die dan ja Daarmee zwemt in dat zwembad van, van chaos. En dan hebben je daar een ja al twee weken vermist, twee weken niet gezien. En zie die een diepkin had in de playoffs. En dan is het al heel weinig. Hè? Maar duels winnen wat je er net zei, is iets wat mij wel heel vaak is opgevallen. En vaker wanneer ik in het park ben dan wanneer ik op tv kijk. Het is mij heel vaak opgevallen wanneer dat je hoog druk zet en je backs zijn allebei hoog. Heb je, eigenlijk, je hebt Zeno en Jan die, die staan te verdedigen. En daarvoor moet iemand zijn die. Als je een gemiste kans hebt of, of een, een bal die terugkomt, moet er iemand zijn die zegt: ik heb die bal en die gaat naar Jan, Zeno of mijn backs. En op dat moment mm -hmm. miste ik heel vaak met uh, Rits en de gasten die dat duel aangingen. En waar dat je van wist, ah, bal komt eruit. Zeg tegen je backs blijf hoog staan, want die bal komt terug. En het is heel vaak geweest dat je daardoor ja, energie nutteloos aan het verspillen om terug te gaan, dan nog eens hoger te komen. Dan terug te moeten beginnen opbouwen. Ja. Terwijl er is niets beter. In zeker Europees voetbal, in voetbal zoals het nu is, om iemand te hebben die zegt van. we blijven hoogstaan, je moet niet. nu terug de naar achter gaan lopen ja. en 40 meter ja. gaan lopen. we houden dat tempo op, op hun helft en de druk bij gaan. Ja. ja, ik denk dat. Ik denk dat ja, het is een combinatie. Ik denk dat de, de gasten die heel goed zijn in duel. niet de meest balvasten zijn. en diegenen die heel balvast zijn. niet heel goed in duel zijn. En ik denk dat we daar geen evenwicht hebben gevonden. kunnen we en de duels winnen en balvast zijn. Wie was, was er top in duel? Want ik vind je? eigenlijk. Leoni, als die op de zes speelt. Hij is de enige volgens mij die altijd de bal komt opeisen, die altijd de bal mm -hmm. in de voet wilt, die altijd wil voetballen. Waarom hij daar niet staat, is het omdat hij minder kan recupereren dan een Ritz of een Leni, Dat weet ik niet. Maar tegen Brugge bijvoorbeeld, ja, dat is de wissel die wordt gemaakt. Die valt in, die komt op die plek. Op een gegeven moment omdat ze weten, ja, hij gaat wel altijd bij de verdediging de bal opeisen en die schakelt. Op, op Brugge, Brugge voor zijn. de playoffs. Sorry? Op Brugge voor de play-offs. Nee nee nee. Uh, de match tegen Brugge, de, de laatste. Oh, ja. Ah. Dus dat zijn zo die dingen van. Ik denk dat hij dat profiel wel heeft, um, maar het klopt heel veel niet. Maar het is wel een, ver het is het wel een verantwoordelijkheid om die positie te spelen bij Anderlecht, natuurlijk. Dat klopt gewoon heel veel niet, want ook het, het, het idee van Draaier die altijd hoog bij Dolberg loopt, maar die Allee, Sardella moet dan hoog komen, ja. moet daar in bal ook voor oplossingen zorgen. Er biedt niemand zich aan. Daar klopt zoveel niet in die ploeg, waardoor dat je mij nog niet dominant kunt zijn. Je hebt geen plan over de middenlijn. We hebben geen... oh, ja, het nog wel over ja. plannen die mensen babbelen, puur over die middenvelders. Sorry. Flips komt terug. Willis Nilles, Londenwijk is al weg. Uh, Ritz ligt nog een jaar of twee, drie onder contract. De Leni, er wordt vaak gealludeerd op het feit dat hij zou blijven. Ik ben nu niet zo vertuigd geraakt om te zeggen: Doffie zal dan ligt iemand op bij houden. Ik heb daar ook niet de indruk van dat die u in een Europa League tot een halve finale kan loodsen, denk ik. Als ik kijk naar welke ploegen dat daar deze jaren hebben gestaan, en dat zijn vaak een beetje de gevallen reuzen. Ik zag daar een AS Roma staan, ik zag daar een AC Milan staan, ik zie daar uh, de komende jaren gaan er echt toch wel. Goeie ploegen uit Italië, Engeland, Spanje, Duitsland, Frankrijk komen. Ik heb niet het idee dat de Leni op dit moment de persoon is die het daar gaat oplossen. Dan denk ik dat je moet rekenen op geloven dat Leo niet beter wordt om dat op te lossen. Of haalt je iemand nieuw erbij naast er iets? Ik, denk dat ik zal blij zijn met een speler die een Belgische competitie oplost. Want jij zei al heel ambitieus, maar ik denk dat daar bij ons de totale gebrek aan En de Leni zijn er zelf. Als jij mij nu zegt, die keer is volgend jaar 20 match fit. En die kan brengen wat hij de laatste matchen bracht Indies in de playoffs, De helft van het seizoen. Oh ja, voilà. Maar hij pakt dan 30 matchen fit. Uh, op zijn leeftijd. En die brengt wat hij bracht in de play-offs. Maar dat zijn al veel als en en als. Dan, dan oké. Okay, maar ik denk dat dat het net zijn verhaal is. Dat is ook de reden waarom dat zo iemand van, van... Die heeft een prachtige carrière gehad. Die heeft bij Dortmund in een ploeg gespeeld. Waar dat, waar dat er geen nee die nu wel echt speelt ooit gaat spelen. Uh, bij wijze van spreken. Uh, die heeft bij Sevilla gezeten. Die was daar basisspeler. Allee, dat is echt geen. Die kon iets en ik denk dat dat nu een beetje... En als je daar dan 2,5 miljoen aan moet geven, ik denk niet dat we... Dat is het bedrijf dat een beetje rondgaat. Dat is de optie. Los van geld. Als je hem gratis kunt pakken, moet het doen. Is dat nu... Het ja, in je die nu middenveld die gaat zorgen dat alles... Gratis, gratis ja. om in de kern te hebben, om de gasten te begeleiden. Ja, oké. Als je daar nog echt geld over heeft nee. voor... Maar ik zou er niet voor betalen. Ik zou, ik zou echt een markt op gaan naar... Gaan we, als... Ik zou... Ik zou, nou, ik zou ergens anders focussen. Hm. Ik zou echt een spelmaker halen. Ik zou echt iemand halen die inderdaad. Allee, ja, patroon. Ja, allee, we, waren, we, waren, we waren in het stadion tegen Genk. En dan zie je El Canoes bijvoorbeeld spelen. En ik vind dat, dat, is, een, dat is een reflex dat, dat je als supporter altijd gaat hebben, denk ik, zo van, ah, die zou hier moeten spelen elk, om de twee weken en die in een ander stadion. Mm -hmm, ja. En soms ja. zit je in het stadion en zie je er zo een passeren dat je denkt van, die zou hier moeten spelen. Ja, zo'n speler vind ik dat je gewoon op middenveld moet hebben, want die, die was die speelde mijn gemak, waarvan ik het gevoel had van ja, hmm. dat zijn klasse de type dan spelers, dan de ja, ja, maar echt een gemak van of dat jij nu druk zet of niet. Die controleer je controleert die bal. Ja, ja. Nee. alleen ik bedoel, doe maar, snapte? Zo, dat mis ik, dat, dat, hmm. dat zijn we een beetje kwijt, vind ik. Je, je ontbreekt ook gewoon iemand die, die dat niveau heeft in het middenveld momenteel om te zeggen, ik controleer het en hmm. eigenlijk met klasse overschot. Uw tegenstander, hun directe tegenstander kunnen uitspelen en weten dat het niet uitmaakt op basis van hun tactiek. Van moet ik nu op rechts uitzakken of moet ik op links uitzakken of ah, moet dat ik centraal komen? moet je nog halen? Dat is nog realistisch. Nee, totaal niet. Hoe zeg je dat? Kan onderlicht in de huidige financiële nee. context zo'n speler nee. nog halen? Niet als die in België al top is. Maar ja, wel uit... dat hij moet je nu echt moeten bijhouden. Dat is één. Hij is weggeambelecht. Dat is één. En ten tweede, um, ik ben, alleen, ik vind dat strookjes in 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 zo'n rol. Hij heeft ook heel veel kwaliteiten en kan ook een soort patroon zijn. Andere stijl als El Khanoes, maar hij is ook, hij is ook dreigend rond de 16. Hij is veel doelgerichter als, als Dus ik vind. Bouw die ploeg rond, hun speler. Ik vind dat dat kan. En, en, maar bon. Zelfvoelende dan... mannen voor mij. <laughs> nee, nee, ja. Ik, ik, ik bedoelde niet per se El Canoes halen, maar ik bedoel dat als je type speler als El Canoes wilt iemand die halen, zullen... iemand die de komende twee jaar kan brengen, wat El Canoes voorbij twee jaren mm -hmm. doet, ja, die kun je niet in bad halen. Ik want als die graag... er zijn, dan, dan is dat zoals Arthur Vermeer of Mandela Keita en vertrekken die deze Mandela Keita, daar noemt je nu een naam, dat is het type. Dat is echt de zes zesde. Dat is van de iemand de dat wij beest. nodig hebben. Ja, een beest. Ik ben er echt slecht van geweest dat er op geen enkel moment interesse in geweest is. Ik kan me daar volledig inbeelden. Ja. Dat is echt een van de echte middenvelders op dit moment ja. gewoon ook. Want iedereen zegt altijd Arthur vermeren. ik ben echt kamp Keita. Ja, ik vond ze samen, moet je kiezen. Nee, 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 maar, nee, maar ik vond hem... Als ja, je er ja. een ja. bij aanleg moet zetten, is het Keita Ja, nee, maar wel. ik vond hem in, de, in het Leerig tandem neer. ook... Kijk zeg ik, van als die fit blijft, dan zijn hij die die Europees die op top hè? Ja. En vermeren wil ik nog zien. Dat gaat, er, dat gaat ook moeten goed vallen, juist de coach die ja, erin Een langere de discussie, ja. uh, Over die keepers, we hadden er... Met drie, gaat er uh, drie gehaald, hm. moet ik zeggen. Dupé is al terug weg. Ja. Schmeichel die zou niet blijven, is schijnbaar, officieel. Uh, en dan zit je nog met een, een zekere kikkenborg. Een hele rare trots. Het schijnt dat dat ook De centrale verdediger is in plaats van de keeper. Maar ze hebben die gewoon keeper gemaakt. Ja, inside info. Ja. <laughs> Scoop. Dat, uh, dat is toch een raar verhaal. Kom, koos in inter gehaald, geen match gespeeld, zou klaar, zou de keeper moeten zijn voor komend seizoen en nu zoeken ze een nieuwe keeper. Ja. Heel vreemd verhaal. Ik denk dat dat echt ergens een makelaarsgunst was. Er is toch wel anderhalf miljoen aan betaald, hoor. Ja, voilà. dat, dat, voor, voor... Oh, maar dat is toch niet te verklaren. Ze hebben Kozenmans in het begin van het seizoen beloofd tweede keeper te worden, twee keepers gehaald, plots derde keeper gemaakt. Allee, en dan nu staat Kozenmans in de play in de goal. Hij haalt een keeper van anderhalf miljoen. Kan niet. Hè. Je, had een, je had ook ineens drie maanden de indruk dat hij er zat om Spaans te leren aan Vasquez had ik ja. in de... ja ja dus, ik moet wel zeggen sowieso, ik vind sowieso de de keepers kwestie vanaf de zomer was gewoon bizar omdat inderdaad ja. Dupe wordt gehaald en dan toch nog Schmeichel en dan zo ja, we hebben dan Dupe. Ik vond dat gewoon een ja. beetje fucked up moet daar eerlijk in zijn. ik mm. um, denk wel dat Schmeichel heeft verrast, want ik was daar ook kritisch over in het begin, maar die heeft dan mm. uiteindelijk toch wel zijn niveau gehaald. Maar ik moet wel zeggen wanneer dat Kozenmans dan ineens moest spelen en zo, die speelt dan een topmatch. Ik had zoiets van hey. dat respecteer ik wel. Hmm. Zo, zo het aan. Je zet het echt voor de ploeg en je staat hmm. klaar en zo aan. En je speelt gewoon echt goed. Dat is zoiets van: ah ja, laat hem dan spelen. Maar als hij ah ja, dat niveau als kom... Wanneer het moet, laat hem dan spelen. Hmm. Want hij was gewoon goed. Maar gewoon als hij dat superliefd. niveau kon brengen, heb je twee keer een keeper gaan halen voor niks eigenlijk. Hè? Ja. Maar ik snap wel. Het lach... is niet dat je met Kozemans kampioen speelt. Nee, 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 dat heb je maar... Niet gezegd. Maar als hij hetzelfde niveau kan brengen als Schmeichel heeft gebracht, dan heb je eigenlijk Dupé voor niks voor niks weggestuurd en dan Schmeichel ook nog voor niks aan. Ik vind dat je Kozemans niet kunt vergelijken met Schmeichel. Kozemans heeft twee matches gespeeld, hij heeft dat twee keer prima gedaan. Mm -hmm. Schmeichel, slechte ballen in zijn achtertuin. Maar, maar, maar ik om... moet wel zeggen, ik ben wel. Alleen, ik had Kozemans bij de belofte al vorig seizoen en het seizoen daarvoor regelmatig zien pakken en coachen en super goed met zijn voeten. Maar ik dacht zondag op Antwerpen ook wel bij momenten. Gij is ook wel heel relaxed. Ook wel cool om te zien. Ik heb respect voor, voor wat hij gedaan heeft. En Schmeichel, voor mij geslaagde transfer. Hè ja, hij ah, ja. Een, die, die, hey, Daar is veel op gekakt. Ja. De Belgische media vond het ook geweldig ja. om, die, om die echt te pakken op alles wat mogelijk was. En hoe hij daar altijd heeft boven gestaan... heeft veel kritiek gehad binnen de Er is veel meegelacht. Ja, maar je, een moet hem, je moet hem vanaf ah, het begin... Hij heeft nooit een opzichtige fout gemaakt. Hè. Hij heeft veel commentaar gehad. Oajel was toch ook... De eerste goal die Oajel daar scoorde, dat ik wel zoiets van oei. En dan, dat was een week voor of een week na dat Karel Hoefkens okay. zei van trap maar van overal, want ja. je gaat hem hebben. En dat was ook deze, een paar maanden nadat hij... Uh, Naast Fredberg um, in de tribune zat er wel dat dupé-blunderde. Ja. Dat bent, ziet ja. er naar de buitenwereld toe gewoon helemaal op kortrek. Ja. Kort, dat je ziet, je ziet er ja. naar de buitenwereld toe heel ja, partijdig uit, uit en ja, gearrangeerd ja. uit. En dan kun je daar naar kijken met een insteek dat er, dat er iets mis is ja, in de manier van rekentjeers. Maar hij ma heeft het volledig overleefd. Er gaan nu mensen op zorg mij pakken, want ik was in het begin ook echt gedegoteerd over de manier... Dat DuPe is aangepakt en Ja ik ook. Maar als je ze twee naast elkaar legt en je zegt, DuPe, als hij een terugspeelbal kreeg, die, die, die kreeg een bal en die gaf een vierkant terug bij ons spreken, die wist je wat hij daarmee moest doen met zijn zit voeten? Ik zit niet op het forum, Alex. Ik zit niet op het forum. Oh, ooit gedaan? Nee. Maar nee. Ik, ben, ik ben echt, hij weet dat, ik ben... <laughs> ja, we maken content en al die zaken. Ik ben geen sociale media guy, ik ben geen internet guy. Ik struggle soms met mijn afstandbediening. Ik uh, ja, hij kan niet drie op FIFA. Hè? Ah, dat wel. Ja, ja. Ik dacht, zo'n Nokia 33. Nee, nee, maar ja, ik, ik ben echt... Ik ben echt uh... Hij kan niet dribbelen op FIFA. Hè. Hij is ja, de beste ja. FIFA-speler van ons allemaal, van onze vriendengroep. En hij kan niet dribbelen op FIFA. Dat is hoe hij is met social media. Ja, ik ben echt... Uh, ik ben ergens in 2008 blijven steken ofzo. <laughs> maar I love it there. <laughs> <laughs> Jaar. Financiële crisis, nagelaten. Ja. Uh, drie verdedigers gehaald. Patrice, Augustinsson en dan deze winter Gattoni. Ja. zou ik loshouden als je kunt? Ik weet niet hoe waar ja, dat hier je is Zeer content over geweest. Ja. Dat Tony... Ik herinner mij geen slechte match van hem ook, hè. Nee. Of geen fouten? zo? Of... Nee, stabiele factor. Ja. Buiten op, op Genk met uitstappen, met die goal van Tolu, ja. dat was iets raar. Ja. Dat was even één brainfart ja. op een seizoen. Dat is... Maar bon, oh, ik, heb daar ook, ik was daar ook heel, want ik ben NDI-fanboy. Uh, ik ook wel eigenlijk. Ja. En die is dan dit jaar heb ik een ik op de achterpan geraakt, ook door blessures. Uh, maar je kunt overigens Augustinsson weinig, gewoon dat is degelijkheid. Ja. Dus altijd, en ook een stabiele motor. En ja. En, ja, die loopt enorm. Goede voorzet. Sterk in duel. Ja, prf, wat blijkbaar blijkbaar zouden er onderhandelingen bezig zijn, maar zou je momenteel te veel kosten qua salaris? Dat is wat ik heb gelezen. Ik heb nog 20 euro liggen. <laughs> Thanks Alex. Appreciate it. Uh, Gatoni. Ik ben een fan. Eerlijk? Ja, tis, ja die tis, laatste match. Ik baseer het ook weer op drie wedstrijden. Ik heb er toch niet veel op af te gaan. Ja, dan. maar zo. Jan is geblesseerd, hij moet invallen. En zo terug mijn eerste reactie: zo van ah, we hebben die nooit gezien, maar eigenlijk is die gewoon goed Of lijkt die het toch goed. Ik had zoiets van: oké, okay, ik heb het niet meer kunnen zien, maar ik ben, kan niet klagen. Als je, als je doet wat je moet doen als invaller, dan oh. ben je geslaagd maar Dan wel. zou je hem houden als invaller mm. of als basisspeler? Op dit moment als invaller, omdat hij drie keer is moeten invallen. Je hebt nog niet kunnen beoordelen wat dat hij brengt als starter. Ik heb ja, Maar ik, ja. Ik, nog ik, niet genoeg gezien om te zeggen. Ah, die gaat de Bast-offertongen vervangen. Of de basis achterin worden. En je moet nog een nieuwe keeper halen. Want wat hetzelfde geld moet je met een hele nieuwe centrale haast beginnen. Dan begint je wat nul. Hè. Dan kun je beter iemand hebben die dat, dat al wat kent. Ook al is dat de minder van de drie misschien. Dan is ja, ja, er minder inloopperiode. Ja, ik, vind voor, ik vind het moeilijk nieuwe guys. Ik vind het wel. wel. Sorry ze, ik vind ja. wel zo de centrale verdediger. Dat is de plek waar je het gemakkelijkste kunt. Zo, je moet invallen en je ontgoochelt. Want dat is, alle risico is daar. Zeker als je moet uitvoetballen en je moet duels winnen, is allemaal zo. De flankspeler, als die een andere flankspeler moet vervangen, en je ziet die 60 minuten niet, maar hij scoort twee keer. Ja. Ja, ja. who cares? Maar zo'n centraal dat is wel zo: dat is high risk. Het is nog eens Jan vertongen dat je moet vervangen. Ja. Als je dan quasi nul fouten maakt, heb ik wel zoiets van oké. Okay, ik vertrouw u wel op Klein basis van ja. dat is, ja ja maar dat is, ik tel Antwerp sowieso niet mee dat is voor mij dat, dat, dat is garbage snap je zo na Brugge is is was het seizoen klaar voor mij zo, ja, zo. ik snap wel wat Red hij bedoelt. Ik vind, ah, ik, ik, op, op Antwerp trouwens allee, wat, wat ik vind aan, aan Gatoni is zo dat harde diepmes, Keihard in duel diep is no in nonsense weet uh, je op dat vlak parek, maar parelje was veel sierlijker en veel meer nog oplossingen en kon beter shotten. Maar die was ook keihard in het duel. Iedereen, dat vergeet iedereen, maar die, die frette ook, de spits zegt op. En dat doet hij ook wel. Maar dan zondag, plots, werd het dan te gemakkelijk. En die bal dat hij daar centraal geeft. op een speler, tussen drie spelers. dan dacht ik wel even: oh, dit, dit is niet goed. Nee. Dat okay, was wel. Fase. Ja, voilà. Maar ik heb topverdedigers maar die fout ook zien. Ik voilà, heb Jan tuurlijk, die fout ook zien, maken. Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Dus, Maar ook maar wel zoiets wat, wat Gilles zegt: als hij invalt altijd scherp hoe, Want hij valt twee keer, denk ik, in op het moment dat wij een vrije trap tegen hebben of een corner tegen. Wint dan zijn duel direct. En dat is het. dan weet je van dat is iemand die klaar is. In zijn kopje. Ik gewoon het geld voor gaan vragen. Ik denk niet dat ligt daar 5 miljoen voor gaan leggen. Maar ze zouden nog twee jaar kunnen huren, is ook zo'n verhaaltje dat rondging. Wow. Dus, Als je hem nog je kunt eens kunt huren, zou ik het blindeling zijn ja, eigenlijk ook. Ja, ik ook wel. Ja. Ik ook wel. Af, want uitgeven, af, aan die <laughs> uitgeven aan een verdediger. Ik heb hem afgeklopt. een verdediger is echt zo'n risico ook gewoon. Hè. Maar je hebt ook in de, in de jeugd, je hebt uh, Nunzio zit aan te komen, ja, je hebt dus we ik vind straks. Ah ja, mogen we nu peatje, niet zeggen. Maar je hebt een paar mannen die Ik zal Beetje niet. He. Ik zal niet. Maar je één ding zeggen? Oh. Tijdens dat je die namen noemde keek je tijdens dat je Patrice zei heel verleidelijk naar mij. Ik vind dat je dat meer moet doen. Zit daar een verhaal achter? <lacht> 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 Wat is er hier gebeurd? Ja. Schijnbaar ben jij niet de grootste fan. En er zijn wel fans geweest die vandaag zeiden: "Kenny, Laat Kenny So, Patrice gaat niet doen, want nee. ik weet hoe je er aan bent. Nee, nee, nee. nee, nee. Ik, nee. ik mag dat niet meer maar. doen. Censuur. Ja, nee. maar... Dat is voor K de OnlyFans. Ik ja, het, is... <laughs> ik <had> het <laughs> eerst aan <laughs> jullie vragen. Uh, Patrice? Moeilijk. Ik, ja, ik was ik het wel een sympathieke het knuppel, maar... Denk ik denk dat hij ook heel erg slachtoffer is van de goede vorm die Sardella vaak heeft gepakt. Enerzijds, zonder dat ik... Je kunt niet oordelen op iets dat je niet hebt gezien. Dus ja, hoeveel matchen heeft hij gespeeld? Vier, vijf? Te veel. Ja, hij heeft huh? niet veel gespeeld. Huh? Wel meer dan vijf. Maar niet, ja, die heeft die ene match kid. op Union gespeeld en daar zag hij er heel klungelig uit. En dan heeft Sardella oujel. een hele lange... Uh, op, maar dat was al later interessant. Applausel dat is, dat is, ja. maakte die goal. <laughs> die ja, heel goalig. Ja. Ja, je hebt te weinig gezien. Ik kan niet zeggen dat... Wat zou het zijn geweest als je een, een jaar kijkt? Maar om dan hmm. te zeggen dat, dat... Ik zou zeggen, er zal wel iemand in de jeugd rondlopen die... Vijf wedstrijden had kunnen spelen, toch? Mm. Ja. Ik vind het moeilijk, omdat als je kijkt naar de speler die hij is, snap ik wel de keuze. Als je dan ook kijkt hoe daar Riem heeft gespeeld dit jaar. Dus met het feit dat Dreier naar binnen komt, dat je af en toe de lange bal op die back speelt. ja wel. Hij is ja. iemand, hè? duelkracht, hij is groot. Snel. Uh, hij is snel, hij kan heel hard op en af. Dus die keuze in de stijl had ik zoiets van: ah, ik snap het. Natuurlijk, het is en blijft ander ja, je krijgt maar x aantal weken om je te bewijzen. En als het dan niet is wat het moet zijn, dan wordt er heel snel naar iemand anders gekeken. Maar in het stijl onder deze coach blijf ik soms nog altijd geloven van, ik denk dat dat eigenlijk wel nog steeds een logische keuze is. Ik weet gewoon niet of hij het niveau gaat halen. Ik denk zelfs en... dat hij meer een type Riemers speler is dan Sardella. Ja, Omdat dat Sardella denk ik beter ook... is. Maar je ziet wel de, de visie die, er, die erin is. Maar ik heb geen idee kopen. of hij het niveau gaat halen. Hmm. Dat, dat kan ik niet. Het uh... is wel vroeger... Als je, ja, als je top bent in de Belgische competitie, dan ga je inderdaad naar Brugge of Anderlecht. En dat heeft hij nu gedaan, door naar Anderlecht te gaan. De vraag is, zijn je dan ook hoog genoeg om te starten en die stap verder te maken? Want nu wordt er niet meer gekocht om te zeggen, je blijft bij Anderlecht. Nu wordt er, denk ik, gekocht om te zeggen, we verkopen nu over twee jaar door voor het van bedrag of voor drie dubbel van het bedrag. Ja, en de top van de niet-topploegen in België, de topspelers wil ik zeggen, die zijn niet meer haalbaar. Voor, zeker niet voor een Anderlecht vandaag. Denk hij is nooit haalbaar voor een ander licht. Ja. Een ja, nee, zij werken ook allemaal voor 10 miljoen naar Duitsland. En naar ja, maar naar ik denk, dat gewoon de, de, de Belgische competitie in het algemeen, oh, ja. denk ik, je kunt niet mm -hmm. meer. Ja, klopt. Ja. Dus dan zeggen Bruggezeit misschien. Ik ja. denk dat die dat misschien ook Ja, ook. en zelfs hun. Zelfs zij gaan, denk ik, niet kunnen halen. Ze doen, doen het niet echt of zo. Maar... Dan, 20, dan gaan zij 15 miljoen aan het CERC Maar Ik denk sowieso. Maar dat niet, maar bon. Ik denk sowieso, hè, wat de sportieve situatie ook is, Anderlecht blijft de moeilijkste club om de te Nachten slagen. Te gaan. Dat is, dat is altijd geweest, dat zal altijd zijn. Dus, ja. dat is, ja, ik, ik, doel, ik vroeg daarnet wie zou je halen. Ik zeg Anthony van den Borre. ja mm. Dat is wat ik van mijn rechtsbak verwacht. Ja, mm. Good luck. Dat zijn allemaal momenten. Maar je, ziet, ja, maar, je, ziet gewoon, je ziet gewoon bijna... Allez, en ik, ik, zie dat, ik had dat tegen Ajax en er waren een paar mensen in de zaal die toen heel hard met mij aan het lachen waren omdat Patrice toen per ongeluk een goal maakte en een assist gaf. Maar ik herinner me nog, die zijn eerste controle die hij daar deed. En daaraan zie ik al van... Dit gaat hem niet worden. Mm -hmm. En dat is heel hard en dat is heel cru. En ik word heel graag ook gepakt op zo'n meningen. Maar over Patrice heb ik het gewoon altijd gelijk gehad. Je ziet dat nu zondag ook. Talk your shit, Ja, maar nee, man, nee, het is gewoon te weinig. Punt. En ik, ik alle respect voor die gast. En dat ziet er met een brave jongen uit. Maar we hebben op zaten op de eerste rij in de eretribune. En we zagen dat iedereen hem negeerde. En niemand speelde hem aan. Je zag dat heel duidelijk. Je zag de hem er altijd aan storen. En dat is heel pijnlijk. Dat dat, dat dat, en dat is gewoon game over. En dat is een hele brave gast. En, en ik vind die een heel goede carrière. Maar het, het gaat niet bij Allegheny gebeuren. Heel simpel. Het is gewoon te weinig. Ik, en, ja, ik heb geleerd inderdaad. <laughs> hè? Nee, nee, maar dat is echt waar. Hè? Ik heb geleerd van inderdaad zo. Dat je, hè, bijvoorbeeld, wat jij nu zegt, of dat jij, wat jij nu geeft als mening, dat dat voor een voetballer niet leuk is misschien om te wonen, mm -hmm. dat klopt. Maar ik vind, als anderlichtsupporter, supporter, dat dit de mening is dat je moet. Niet de mening dat je moet hebben, maar de houding dat je moet hebben. Je moet gewoon A-klasse verwachten op elke positie, elke wedstrijd, elke weekend. Dat is gewoon wat we moeten verwachten. Maar ik snap ook wat hij zegt. Patrice heeft ontegensprekij kwaliteit. Er is ook nu zondag op Antwerpen. Een fase dat we counteren. En hij doet daar een spurt van 60 meter. Hij geeft die bal tweede paal en we krijgen daar een kans uit. Dat was een keihou inspanning, want er lag ruimte en hij kon lopen en hij kon daar komen. Maar het spel dat al ligt, zou moeten spelen, domineert je, verwacht je spelers die een goede eerste controle hebben, goed zijn in de combinatie, één op één een man moeten pakken als het kan, kan, kunnen pakken als, als het moet. En dat kan hij allemaal niet. En als hij onder druk komt, is het gewoon te beperkt. En ik zeg het, ik wil die gast daarmee nogmaals, ik heb er genoeg mee gelachen, ik heb die genoeg afgemaakt. Ik, maar het, daaraan merkte dat gewoon. Je ziet aan alle kleine dingen dat hij technisch niet goed genoeg is om wel echt tot een bak te spelen. Weet je wat dat ik wel respecteer aan, aan die mening? is Het staat dat helemaal los daarvan. Ik merk bij heel veel supporters van ploegen die het minder doen aan tijd, dat die meezakken zakken in verwachtingen. Mm. Mm. En dat mocht je inderdaad niet hebben. Ik denk niet als club als Anderlecht zijnde, dat je, je mocht niet tevreden zijn met. Ah, hij is misschien de, beste, de derde beste is aan de komende En complete. draait het ook om? Als Anderlecht komt, zijn de Patrice. Ja, dan gaat. Hè. Tuurlijk. Ja, voilà, punt. Dus hij heeft het geprobeerd. Het zou dom zijn om als, als goede speler bij OHL niet naar Anderlecht te gaan. Als je de kans krijgt, maar bon, en, en ik heb veel betere backs op anderlecht zien afgemaakt worden uh, op, op basis van veel minder fouten. Zoals. Zijn vlakhoofd in een tijd is, is uitgespuwd bij momenten. Uh, safari is, is niet geaccepteerd. Niet ik, oh, ja. ik dacht ook aan Safari. Ja, dat was echt uh, mijn eerste naam. Oh, dus... Geen, genoeg over die Patrice Genson. Het is een statisch ja. systeem, is cool. Ja, het was onderbouwd, dat is lief. Hè? Lief denk ik niet, maar het was maar onderbouwd. Uh, drie aanvallende spelers: Hazard, Dolberg, uh, Vasquez. Hazard, uiteraard een kei goede speler en die heeft supergoede dingen gedaan. Ik ben daar wel niet 100% door weggeblazen geweest. Wat misschien Op geen enkel moment. Hmm. Ik heb um, hem altijd de clemensie gegeven omdat ik wachtte <laughs> tot de play-offs. Goeie woord. Ja. En ik dacht. Vandaag geleerd hè. Nee, nee, Bartelli geleerd. Je nee, zou af en toe. Okay. Kijk naar podcasts. Nee, fuck ziel. Dat is een fuck, fuck Ik heb, heb t-shirts klaarzitten. Uh, fuck ziel uh, yeah. gewoon. De zo hele zomer. Ik heb een, lang een hele Fokkulkaslijn die deze yeah. zomer. Had Niemand snapt het volst niet. Nee, nee, Iemand nee, snapt nee, de, de Inside jokes. Okay. Um, wat was ik aan het zeggen? Wat was niet zo belangrijk? Volgende punt. Azar. Azar. Ja, de clemency. Dus ik heb heel lang gedacht. Het is aan het opbouwen naar een momentum. In de playoffs, wanneer dat hij onbespeelbaar gaat worden. En dat is misschien nog steeds een valse verwachting die ik heb door zijn achternaam. Maar mede door blessures hebben we het niet gezien. Dus ik denk van, van de drie aanvallende spelers, heeft hij het minste gedaan, denk ik. Minder dan Vaskes? Nee, de starters. Oh. Hm. Van de drie starters. Als je hem Dolberg en, en Draaier, als je er één iemand als je het seizoen opnieuw mocht spelen en je moet er één iemand uithalen, ja, qua statistiek is Ja, zeker. nee, het kan niet. Akkoord. nee kan niet. Akkoord. Akkoord, want, want als je, En daar ga ik u waarschijnlijk mm. volgen. Als je een ander middenveld hebt, gaan die drie, mm. drie kapot maken. Dat, dat geloof ik wel. Mm. En ik denk wat je met Dreier en Hazard wel hebt, is die moeten geen 90 minuten goed zijn om het verschil te maken. En als het dan gaat om titels winnen en kampioen worden, heb je die mannen nodig die zo, ja, ik ben shit vandaag, maar ik zal wel een assist geven of scoren. Mm. Of een bal bij ja, ja, dat heeft Dreier gedaan. Het, het werk dat zij moeten leveren bij momenten. En daar heb ik bij Dolberg het meeste. Want hij is volgens. Dat is echt mijn chouchou geworden dit seizoen. Omdat hij heeft het werk Metch moeten achter. leveren dat hij eigenlijk nooit had moeten leveren. Ja, dat en hij heeft, en doen, heeft he? toch zijn doelpunten nog gescoord, maar hij had veel meer kunnen scoren. Je hebt volgens hetzelfde me. als bij met Lucas Metcha. Ja, dat was het exact hetzelfde. Dat was exact het, ik heb zoiets van: die drie hebben eigenlijk veel meer ander werk moeten doen dan dat ze hopelijk hadden moeten doen. En hadden die meer echt. Het werk moeten leveren pas vanaf de 30 laatste meters. Die hadden mm -hmm. kapot gemaakt. Want wat je wel hebt met Hazard. als je 90 minuten. aan, allez, 45 minuten dan aan zijn kant zit in het stadion. en we hebben er gezeten heel dichtbij. Yeah, yeah, yeah. Ja, bij, bij bepaalde acties heb je zoiets van. Oef, die is gewoon beter dan de rest. Was, was Hazard er nog bij Op Union deze playoffs? Hoe of is hij de match ervoor nee, nee, nee. uitgevallen? Op Union is hij Dat maar, ja. maar omdat dat ook een delijke match was. en ik was aan het denken, was hij er daar ook bij. Maar ik, de enige match die dat je. Either, Controle hebt gehad, waar wel de matches met Azar meestal buiten die opinion dan. Maar Azar is altijd aan al speelbaar, houdt een bal bij. Maar dan komen we bij het punt: gaan we de beste Azar ooit nog zien? Dat denk ik niet, want anders had hij ook niet balletje gespeeld. En waar zou zijn referentiematch dit seizoen zijn geweest? Uh, ik stond daarvoor niet wel heel goed. Op zerkenen, ook goed. Op nummer 11 in de competitie, is dat een referentiematch als, als links buiten bij standaard? Ja, bij bij, andere bij Waar zo de ploeg schoof ook op. En dat zijn de momenten ja. dat dat dan wel kon. En als je met Amuzi speelt en met Draaier en met Dolberg, en ik denk dat Dolberg in dat verhaal niet het probleem is, is er gewoon te weinig balvastheid. Ja, en dat is iets dat daar dat, dat, dat wel. Dus ik ben wel fan van het type spelen dat daar is. En je hebt zo'n type nodig op in dit systeem op je linkerkant. Maar bon, hopen dat daar. 30 matchen op op seizoen gaan fietsen, dan zullen ze hopen dat de Delaney 30 match op mijn fiets gaat. niet gebeuren. Volgend jaar zijn het 50 matchen. het is ja. Europa League en, voilà, en dus, 40 match-competitie. Let's, <laughs> let's go! is go, jongen! Wat ja, ja, gaan we doen? We beginnen te klagen omdat we veel matchen nee. hebben. Fuck off, man. Nee, <laughs> nee maar mag dat ik, mag ik fuck off zeggen. Ja, ja? ja. fuck off, jongen. Hij geeft <laughs> <in> met <mijn laughs> 60 matchen. Nee, hij zegt de hele tijd piep. <laughs> nee, echt waar. Nee, dat, dat, dat. Maar daar klaag ik niet over, hè? Maar dat is net mijn punt. Mijn referentiematch is geweest tegen nummer 11. Ja, maar. Je moet Waarom is. Hazard niet gehaald om de beste te zijn op, op standaard nummer ja. 11 is geworden? Match, Hazard match, is gehaald op, om Brugge. In, om in de playoffs te, te was was heel Ja, cool. en hij is uitgevallen. En wat, wat, wat Hazard wel heeft, als hij speelt om de een of andere onverklaarbare reden, zonder veel matches gespeeld te hebben, heeft hij wel zijn motor nog en kan hij zowel in de match. Nog volume hebben. Ik vind dat heel raar van de speler die constant geblesseerd is en weinig trendt. Dat is ook wel dat type speler. Best. Ja, dat ja, vind ik denk ik, ja maar, maar ik vind dat verbazingwekkend. Ja, dat natuurlijk, fit is wel ja, dat is ja, ik ook, impressionant. Echt. En... Ik denk ook, als je dan kijkt naar een Hazard bijvoorbeeld, wat hij dan bijvoorbeeld had. Als, als en Dreier speelt en Hazard is, beide, je kunt niet één op één verdedigen tegen die gasten. Dus als vanaf dat hij op het veld staat, al is die niet top of zo, die verplicht wel om er anders tegen te gaan ja, verdedigen tuurlijk. of die verplicht twee om... uh, ja. en dat is wat je dan nodig hebt om de eh, ja, of nu Jari of Mario ja. hè, zo meer ruimte te hebben want dat zijn jongens eens dat die ruimte hebben zijn die impactvol stukjes ook ik vind die mm. topseizoen spelen maar ja. eens dat die ruimte heeft en hij draait hè, die heeft scorend vermogen en want mag je zeggen dat klikt en de... heb je, dat is wat Hazard eigenlijk mm. hem aanbiedt mm. Mm. dus ik vind ik vind Hazard in C geen mislukte transfer je moet gewoon de calculatie okay. maken het geld dat je er tegenover smijt, ja, dat is weer een moeilijk verhaal. Ja, dat is, dat is... Maar ik denk, ja, ik denk als Belgische club, als je ze kunt pakken. Ja. Wie zou nee zeggen? Ja. Nee, als je ja, moeilijk ik ben verhaal. Ik ben een beetje gegoocheld misschien, maar ik vind het ook geen mislukte transfer. Nee. Of, nee, mislukt niet, maar op het de... De begin, begin, als je hem haalt, denk je, oké. Okay, als je kampioen, kampioen wil spelen, mm. moet hij het doen. En ja, door blessures, hè? maar mm. het is niet gebeurd. Je ja. moet gewoon, eigenlijk moet je altijd. Um, en dat is misschien het probleem ook geweest. dat Muzu ook er heel lang heeft uitgelegen en eigenlijk na die blessure, ja die kerel was niet fit nu. Hè. Ze hebben die klaargestoomd, maar dat was niet Namuse in vorm. Maar als je die twee kunt hebben en je kunt die afwisselen en je kunt Namuse die fit is en die de vorm heeft van het begin van het seizoen. Of samen? Of samen, ja voilà, Dan en daar je nu te weinig gebotst op de limiet van je ker kern en gaat te veel blessures op te veel plaatsen om dan nog. Daar ben ik wel over eens dat het dan een beetje in elkaar zakt daar ook door. Voor Dolberg kom ik zelfs nog wel terug. Of oh. Dolberg, uh, Vasquez. De nee, dan is van, de andere vindt hem verschrikkelijk. Terwijl hier een licht uitvalt. Het licht valt weer uit. <laughs> uit. Vindt hem, wie is van en wie is vindt hem verschrikkelijk? Fans zijn superverdeeld. Als ik hem met Babbel de een is, is er zot van, de andere zegt Ah, ik. zo bedoelde ja. de playoffs gewoon heel matig. Ja, ik, ik, ja, ik ben niet klaar ik voor, het niet. Niet, voor dat niveau. Ik geloof, in, ik geloof het niet. Vanaf een transfer geloofde ik niet dat dat de speler is dat je hoopt dat hij gaat worden, omdat. Als Boca Juniors een jongen van die leeftijd voor 5 miljoen laat gaan, denk ik niet dat dat iemand is die de Europese subtop snel gaat halen. Maar ik vond hem wel in, zijn... in, in de periode die hij, dat hij vertrouwen kreeg, ja. dan vond ik die wel echt, echt goed invallen en goede dingen. Hij door... op een bepaald moment Speelde de die... mensen laten twijfelen of dat Dolberg ja, 90 minuten moest blijven spelen. Ja, dat, of dat ja. hij niet iemand naast hem nodig had. Maar ik snap nu in de, in de playoffs is, is hij voor mij ook een beetje. En ik denk dat er ook een bepaald kantelpunt wel in de play was, als hij daar die match niet mocht invallen of maar heel kort mocht invallen. En ik denk dat daar bij hem ook een beetje. Allee, dat is nu typische supporters praten, want ik weet het niet. Maar dat, dat je dan daarna de dash en de, de, het vuur dat hij had, niet meer had. En daarnaast vind ik ook dat hij met zijn. Allee, het type speler dat hij moet zijn, een targetman, dat hij te weinig duels wint. En dat is iets dat je speelt. Die matchen vaak dan, en je speelt dan lange bal op hem. Om uit de druk te geraken, want we stonden veel onder druk. Hè? Cultuuromslag. Maar uh, <laughs> da, dan, dan, dan... dat deed hij te weinig en hij was te weinig rustpunt. En zelfs Dolberg was meer rustpunt ja. dan, dan. En terwijl dat dan niet zijn stijl was. We zeiden wel vaak vanuit Anderlicht zelf: eerste jaar moet je hem aanpassen. Dat moeten wij pas beoordelen vanaf het tweede jaar, dus we zullen dat maar zien komen. Dus mm -hmm. ja, ja, ook als ik, tweede spits. Ja, ja, maar ik ging net zeggen. Ik, ik, hebben we al een Argentijn gehad die zijn eerste seizoen goed heeft gespeeld bij ons? Nicolas Rutos. Lucas Bilja. Nee. <laughs> ja, van gek. Aanwezig. Zo de Suarez en. Zo. Ja, Suarez. Maar, oh, Suarez iedereen, tien, iedereen, de klas. Ja, iedereen vergeet ja. Suarez, een van zijn eerste matchen op Lyon. Invalbeurt thuis tegen. Ja, oh. die controle daar. Ja. Goh. Ja. Maar, maar in, algemeen, in het algemeen, ja. voor mij, de, de, de Vasquez-conversatie is voor mij, vind ik, van alle spelers misschien de gemakkelijkste. Ja. Want ja, hoe gaan we spelen? Ja. Ja, ja, het is... Met de geit? Nee, nee, maar als hij invalt en we gaan nooit voorzetten, ja, 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 voilà. dan gaat hij niet in een goed dagje komen. Ja, dan kan ik u... ik, dat kon ik u in de zomer ook ja. al zeggen. Hè. Ja. Allee, ja, zo, zo ingewikkeld is voetbal nu ook Dat niet is ook snap, het weet. feit, hij moet daar, dus... hij moet daar het duel op, op de, zijn eigen lof winnen om dan 30 meter te overbruggen, om dan nog zo die voorzetten aan binnenkoppen binnenkopen. Ja, dat is een beetje een moeilijk verhaal. Ja, maar en de dus voorzet daar... komt er nooit niet. Dus, ja, ja, het is dat. We gaan... En we gaan ook ja. niet voorzetten. Dus dat ja. vind ik niet zo'n heel moeilijk. Uit zich, die... gaan we combineren? Ja, dan is het Dolberg. Moet iemand de bal bijhouden en kunnen terugkaatsen? Ja, dan is het Dolberg. Gaan we langs de flanken spelen en gaan we proberen heel ballen veel in de box ballen te droppen? Dan is het Vaskes Dat is voor je... mij de simpelste ja, ja. verklaring, snapte je? Dus... Als je de som maakt van alle uh, spitsenduo's die er zijn geweest buiten de keren dat je zo uh, Zierke en uh, mee moest lenen en zo. Echt, de spitsen die er zijn geweest als eerste en tweede, waar staan zij in het lijstje? Wie? Aske en Dolberg. Als je moet kijken naar elk, elk jaar, wie waren de twee anderlechtspitsen wat toch, het jaar dat we Théo en Polay hadden, was voor mij toch wel een topjaar. Dat, dat was niet samen, die twee. Dan en we nog helemaal, en Pierroni. Etienne of zo, denk ik. Beric, ah, Puyol. Puyol vond nou, ik, heel ik heel goed. Ja. Maar Beric, Beric die was, ja, die had, die, zijn knieën waren nog groter dan die van mij, denk ik. Robert Beric. Zijn we Robert ook niet zo'n seizoen gestart met die Matta Santini dat we dachten ja zo van de eerste match. Belgen ja, twee of drie keer. of Ja, en we dachten: oh! Let's get it, baby! Wie was de tweede spits achter het Theodorczyk? Uh, Oeh, um... was in 2016, wow. 17. Ah, ik ben 17, slecht 18. in zondingen. dingen. was nog niet zo leiden bij. Jawel, dat kan wel zijn dat dat dan was. Gavula. Ja, ook niet... Steven gaat dat opzoeken. Hebben we ook niet Armando, uh, Armanteros of Armanteros, maar Armenteros, dat is er voor ja. ja. uh, Ik ben sowieso slecht met jaren, dus daar moet nee, je me niet ik, op. Uh... Ik vind dat heel moeilijk om te zeggen, want ik vind ook Dolberg en, en Vasquez geen duo. Uh... Nee, 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 maar ik bedoel echt de som van uw nummer 1 en nummer 2. Maar ik, ik, denk, en ik denk, we gaan nu naar Dolberg? hè? Nee? Nee, eigenlijk niet, subiet. Maar... Ah, <laughs> geen Dolberg. Oké, okay, sorry. Houd het even vast. Nee, nee, vast. Maar, ja, ik denk, ik denk Vazquez... Wat verwacht je van uw tweede speech? Dat is eigenlijk gewoon mijn vraag. Maar ik vind in de omstandigheden dat hij vaak is moeten invallen, vind ik dat, dat hij op een gegeven moment met vertrouwen. Hij heeft dat goed gedaan. Heel veel mensen heeft het zwijn opgelegd. <laughs> ik vind eigenlijk dat hij goed en, is. Het. En, ja. het is, het is in, ik vind in de is er wel wat doorgezakt, maar is eigenlijk hele er wat doorgezakt. Dus, allee, of, of was het minder. Is nou moeilijk vraag. Ik maar zou die gast wel op, niet afschrijven. Maar heeft hij op een bepaald moment ingevallen dat je dacht. Hij gaat het nu brengen. Dat Gewoon miste ik nog net iets te weinig van. Ik zie de tweede speech echt als de impact sub. Als AOZM erbij. En... Max Hawaii-achtig wel... bij de Rode Duivels van. Maar dat is wel Alex op zit. Die speelt dan ook naar zijn kwaliteiten. Nou, want stel, ja. en het brengt hem we... op het moment dat je. NI voor de bal bij te houden als we in onze eigen carrière staan. Ja, en ook niet parkeren. man voor man. Ja. Ja. Dat maar we hebben nu niet die positie. Wisselen, uh -huh. nu... Ik kan daar niet tegen als je een doelpunt zoekt dat je je spits voor een spits wisselt. Ik... Ja, de, ja. Er is niks waar ja. dat ik ik, ik, word, ik scheld mijn tv uit als dat gebeurt. Ja. Als je als jij een, een doelpunt nodig hebt, kun je nooit een spits nou, voor een nou, spits heb je wisselen. Je week nog. We zingen altijd voor zitten. minuut? Ja, hij Komt, ja, de wissel. Ja, ja. 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 Als we daar uh, even overlopen. Als spits kopen, ik had Tony huren en de rest. Ja. Uh, als je dat zo leest, als, als je hoort wat we hier nu net gezegd hebben, mm -hmm. kunnen we dan zeggen dat Fredberg echt kijkt werk geleverd heeft, voorlopig zo. <laughs> en winter. Uh, ik vind dat wel. Ik vind dat wel je omdat... Ik dat wel transfers een net afgemaakt. Maar... Ja, maar de ah, vraag, ja, omdat de vraag is naar volgend jaar toe. Maar ik vind wel... Er is een verschil tussen... We stonden, hè, we stonden hier, we staan nu hier, maar ik wil terug daar staan. Mm. Geloof ik in... Al die spelers om terug daar te staan niet per se maar geloof ik dat al die spelers ervoor hebben gezorgd dat we terug hoger staan en dat we derde zijn geëindigd dat wel en ik vind wel dat veel van die spelers hun werk hebben gedaan dat ze, dat ze dat ze belangrijke matchen hebben gewonnen af en toe niet met het mooiste voetbal maar we hebben wel ik bedoel we hebben wel terug en het is daarom dat ik dan op het einde van het seizoen zo boos ben ik heb wel terug een gevoel van ah we zijn aan het winnen en daar hebben die spelers wel afgeleverd dus ik vind als je dan kijkt naar de kern die we hadden en inderdaad je moet ook altijd kijken van wat waren de middelen, wat zijn de middelen, met wat is er gewerkt. Ik vind wel, als je dan, je komt binnen in een club en op een anderhalf jaar speelt je op twee weken van het einde mee voor de titel, wetende van waar dat we komen. Ja, graag. Dus voor mij vind ik wel dat dat goed is gebeurd. Ik denk ook wel dat als je een balans opmaakt van de transfers, net wanneer de markt sluit, dat je allemaal zegt, ah oké, okay, wauw, echt heel sterk werk geleverd voor een ploeg die net elfde is geëindigd. Terwijl als je er achteraf kijkt, dat je misschien denkt van ah, deze speler had iets meer kunnen doen, deze twee hadden iets dat... fitter kunnen zijn, die hadden iets meer kunnen brengen. De balans is inderdaad positief, als je hebt een hele grote stap gemaakt. Zeker. Maar de volgende stap is, mm -hmm. een, uh, is... waarin dat je geen missers mag hebben. Voilà, en... Je mocht geen gast nu ja. halen als, op, als ja. eerste linksback of als eerste linksbuit of in welke positie ook als, als starter bij Anderlicht. dat je zegt van, in januari: ah, hij is eigenlijk bijna nooit fit. Of ah, hij kan geen statistieken voorleggen. Ja. Of ah, hij verliest nu ja, wel, of zijn techniek is niet goed. Ik denk, ik denk dat het verhaal is heel dubbeledig. Ik denk dat we dit seizoen. Heeft... Er zijn veel transfers gelukt en geslaagd. Maar ik denk dat de nieuwe realiteit ook is dat het nu dit jaar terug de ter op moet zijn want anders en dat is heel gevaarlijk en dat is gewoon en dat blijft toch natuurlijk voetbal maar ik denk de realiteit dat we hadden van we kunnen echt niet keer onze as houden en daaruit bouwen ja zolang als je niet echt terug voor prijzen meespeelt en Champions League speelt is dat heel moeilijk om spelers te houden of, of een, een perspectief te geven dus wij gaan terug de markt op moeten en zoals Sylia zegt Alk, allez, er zijn nu terug je uw centrum moet vernieuwd worden uw backs euh, uw werk. en je zou eigenlijk ook twee of drie wingers moeten halen die iets brengen ja, bon, zet u er maar aan. Dus um, dan heb je ook nog een paar rare transfers, zoals Lonwijk, Kickenburg, Flips, uh, allemaal. Het uh, uh, zijn allemaal transfers, ja. Flips vond ik niet per se een rare transfer eigenlijk. Die eerste match vond ik ook gewoon niet goed. Ja, we baseren onze mening op, op 70 minuten. Ja. En dan heeft hij. Een, allez, dus ja. dat vind ik. Heel... Dus meer dat ik, zeg ik van, kijk, is dat geen goede transfer geweest, maar ik vond dat tippen en dat profiel vond ik niet. Maar je haalt die speler en een week later haalt het Nazar. Dat is vooral. En dat is het ding. Dat ja, dus, ja, is het, de, de, zelfs iets roergeurts, de... hè? Ja. Oh. Dus je moet, ik, vind, ik snap wel dat je ergens een, een, een je hebt een een, een paar zoals een Hazard, als die dan op je pad komt en je denkt, ja, dan moet je die pakken, maar je hebt eigenlijk wel zo'n paar rare dingen gedaan met Schmeichel ook, en dat gaat mij uit van weinig visie. Dus ik hoop gewoon dat er nu wel een plan is. En geloven dat we binnen drie weken een kern hebben die competitief is en die klaar is, ja bon, dat zijn blaasjes. Maar allee, daar mag wel iets geredeneerd om gaan. En, en, dus ja, ik, ik, ik geef hem ook een, een, een 6 op 10. Uh, voor een, alleen al voor een spits als Dolberg, ja, dat, is een, dat is een tour de force. Uh, alleen dat is echt, als, als ik die zie spelen, ja, daar word ik gewoon gelukkig van. Ja. En dat is wat ik wel interessant vind. Ik heb wel zoiets van: kijk wie heeft kunnen overtuigen om naar hier te komen toen we 11 stonden zonder Europees voetbal. Mm. Ik geef u de benefit of the doubt. Laat mij nu zien wie dat je kunt overtuigen ja. nu dat we wel Europees spelen. En de derde zijn geëindigd. Gaan dat Denen zijn? Dat is een serieuze vraag. Ik, ik, ik Maakt niet uit, hè? Ik volg AC zijn broer. <laughs> ik volg bijvoorbeeld AC Milan keihard. Keihard heeft net aangekondigd dat hij gaat stoppen. Gaat hem stoppen, stoppen? Uh, bij Milan. Ja, dat ik dat heb wel het gevoel. stopt bij aanmerkant. Ik heb het gevoel, als je die naast de jonge gast zit, kan die in de buiscompetitie heel goed zijn. Je gaat er geen Europa League mee winnen. Gilman maar dan gaan we dan weer bivakeren op ons eigen carré? Want Kier is denk ik even snel als mij. Ja, Kier, loop loopt hier half weer af. Allee, die heeft ook de draaicirkel van mij. Die heb ik gezien. Dat zijn geen complimenten. Dat zijn geen complimenten. Dus ja. Dan, dat is een hele grote vraag naar deze zomer toe. Gaat je goede Denen overtuigen om te komen of? Gaat je ook ergens anders zoeken. Maar het maakt niet uit of, dat, of dat ze nu van Denemarken komen of van Vietnam, bro. Zolang dat we winnen. Dat is oh. echt... Daarom ik heb ik nu zoiets van: ik geef je de benefit of the doubt. Want ik, ik zou nu kritisch kunnen zijn, maar ik heb geen idee wat je gaat doen. Doe ja. het eerst ja. en we zullen wel zien. Okay. Maar we gaan wel sowieso volgend jaar veel strenger zijn dan dit. Zes. Ja, het is, moeilijk. Doubt, het is nou. moeilijk wel. Hè, want het is de enige job waarbij dat je je ding kunt doen en iedereen gaat zeggen dat het goed is, je kunt de juiste spelers allemaal halen en iedereen gaan zeggen ah, dat zijn de gasten die we wilden halen en we hadden twee buitens nodig en je hebt er twee gehaald en we hadden dit, dit nodig en je hebt dat allemaal gedaan en als, en als die spelers niet leveren, dan word jij slecht. Ja, ja. maar ik denk... Dat was goed. uw werk niet goed. Dat we... Dat we die, die analyse van die transfers moeten doortrekken naar de manier van spelen en de tactiek van spelen. En daar wordt nu ook gezegd: ah, moet ik terug zwijgen? Oh, nee, ik ging eigenlijk juist over beginnen ah. over het plan Riemer en hoe dat Riemer speelt. Mm. Ik, denk, ik denk: uw transfers mogen nog zo goed zijn als je wilt. Ik geloof nooit dat wij, op de manier dat we nu voetballen, toch een keer dit resultaat gaan halen volgend seizoen. Dat is te veel. Ik vind dat in sommige dingen wel goed. Aangepakt heeft. Genre Sardella in balbezit is een toegevoegde waarde. Draaier is geen buiten. Eigenlijk moet hij centraal staan. Dus draaier knipt gewoon naar binnen in balbezit. Sardella schrijft hogerop. Je hebt een linksback die je goed kan opschuiven en voorzetten geven. Dat heeft te merken, want je kern is niet, is niet compleet. Je hebt geen elf spelers die perfect samenklikken En vanuit één wel visie kunnen samen spelen. Die zin heeft dan wel een paar dingen gedaan. Dan denk ik, ik snap het idee wel. Ja, maar hij heeft dat wel goed ingevuld. Maar er staan ook er veel, kern, er staan er er ook veel zijn. dingen tegenover Dries. Dat, uh, ja. Ik heb het voorseizoen nooit gedacht dat ligt met die opstelling en die spelers zou gaan spelen. Toch? Nee, maar, maar we hebben ook veel matchen op ons eigen moeilijk gemaakt door niet te willen voetballen. Of door te weinig uh, voetbal in de ploeg te hebben, of door te speculeren op, 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 een, op een voorsprong. Of, allez, en dat, is gewoon zo, dat vind ik zo jammer. Nu, gelijk, nu, alleen al in de playoffs zijn er een paar matchen geweest. Ik gelijk op cerkelen. Hoe gaan we daar voetballen? Ja, Dan gaan we mee het verhaal van de lange ballen. Ja, en dat is te veel geweest. Die speelt er gewoon. En ik wil allee, en dat, dat is ook wat Fred zijn en gaat zijn. We hebben nu in de competitie genoeg meevallen gekregen. En ik denk dat we daar niet aan voorbij moeten gaan. De matchen, de goede matchen zijn op, op één. Allee, op pakt. Op, 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 als we tien echt. We hebben nooit 19 minuten tien matchen goed gespeeld. Dat bestaat niet. Dat is geen vier keer gebeurd. Dat is geen vier keer gebeurd. We hebben soms. Een goede half uur gezien. We hebben soms het laatste half uur. En dan moet ik hem geven. De thuismatch zijn we stabiel. Dat klopt. We, we pakken thuis al onze punten. Maar, ja, maar je hebt... er zit te weinig aanvallend. Allee, en dat, dat, dat is waar dat Brugge dan. Sorry dat ik u onderbreek. Ja, doe maar. Dat is de match thuis tegen Brugge in de playoffs nu maakt dat heel pijnlijk. Brugge komt met een gelukkig 0-1 voor. Was al in controle eerst zelf, zonder goed te spelen. We waren nergens. En na de rust heeft Brugge gewoon gezegd: hier aan ligt, hier is een bal. En probeer maar iets. En dat was het. Dat was een van de zieligste dingen die ik de laatste tien jaar op aanleg gezien heb. Omdat wij geen idee hadden, ja, dat is misschien een is Veel lere... keuze. Ja, nee, maar in perspectief je... van wat je weet dat ze kunnen. Ja, en ge, ja, ben nee, ik daaronder? Er is gewoon geen idee. En dat is ding, die situatie offensief. Oh, en je hebt gelijk wat je zegt, defensief klopt het. heeft Hij Bepaalde patronen kloppen. Maar in balbezit is het te weinig. En dat gaat volgend jaar, in zijn, als er niks gebeurt, in hun gezicht ontploffen. Ik vind dat vooral. Um... Je zegt dat dat een van de zeerste dingen is en ik ben daar in akkoord omdat je weet wat dat ze kunnen en ik heb momenten gezien. Ik denk dat de beste wedstrijd is de thuismatch tegen STVV. Ik denk dat we het met twee toen zijn gaan zien ook. De eerste helft was slecht en als STVV met al die jonge gasten en dat was iets school maar je weet ook dat zijn geen jongens die de wedstrijd op, op met z'n drie ineens gaan dichtknijpen. Gaan dicht en in die tweede helft ziet je ineens hoe goed dat het wel kan. En op dat moment besef ik mij eigenlijk dat er geen ploeg is die zoveel... Um, verschil had tussen hun beste helft en hun slechte helft als ander dit jaar. Dat is gewoon geen constante in, in, in alle. De ploegen die echt top hebben gespeeld, zoals uh, misschien is dan daar de enige andere, omdat die drie fantastische helft hebben gespeeld op een heel seizoen tijd. Maar, Dat was ook een verhaal apart. Ja. ja, maar er zijn heel veel clubs die een heel jaar goed waren, zoals, zoals een Union. Uh, er zijn heel veel clubs die heel het jaar zoekenden waren, zoals een Club Brugge. en Alleen, ander licht vond ik dat je sommige helften zag van, we kunnen even niet voetballen. En de tweede helft, in diezelfde wedstrijd, kreeg je het idee dat er, dat er gewoon vijf, zes, zeven echt hele goede voetballers waren. Ja, dan vraag je je toch af, waarom kan dat dan 40 minuten of een half uur, of waarom kan dat als je één uur achterkomt? Maar waarom mee. kunnen wij niet zo aan een match beginnen? Als ik waarom dat kunnen wist, wij als niet gewoon? Alex, Alex, weet het. Zie het. Uh, ik denk, ik weet het niet, maar ik denk, ik denk omdat... Met de kern dat je hebt, of, de, of dat, hoe dat we staan en hoe we spelen, dat je niet heel veel andere opties hebt om een ander type voetbal te brengen. Want ik denk bijvoorbeeld deze kern, ik denk dat hij er eigenlijk heel goed mee heeft gewerkt en er goede resultaten uit heeft gehaald. Het is gewoon niet het voetbal dat ik leuk vind of dat ik mooi vind. Snap je? Maar, en ik zal een, een voorbeeld geven, omdat het net ging over Vasquez. Ja, als Hazard, Dolberg en Dreyer spelen, is dat logisch. Als Amuzu, Vasquez en Angulo spelen, is dat logisch. Alle andere... Mixen zijn niet logisch. Dus ik denk als hij zijn elf heeft en die stond er, ja, dan was dat logisch en dan klikte het allemaal. Maar eens dat er iemand uitvalt, dan moet Amuzo bijvoorbeeld invallen op links. En het is gewoon een heel een ander andere spel. stijl en dan klopt dat niet maar meer. Dat, of... dat, dat, die mannen, allee, ik snap ergens wat je wilt bedoelen, maar die mannen trainen toch een hele week. Dus die kunnen, allee, dat is hun job, hè? Dus je betekent toch een patroon oh, of een idee. Ja, maar je bent is... wie je bent. hè? Ja. Je bent wie vind, je bent. Maar... Als. als uh, als je weet van, ah, we hebben moeite om de bal bij te houden, dan ging je naar links. Hazard had hem bij, Augustin ja, ja, kan opschuiven. Tuurlijk, Mario kan opschuiven. Ja, Francis, als hij <laughs> de bal. Mario zeggen. Ja. Je kent die man persoonlijk natuurlijk. Nee, nee, dat is een kent Dat is een man van de podcast. Nee, maar, nee, maar als in. Als in maar nee, ik vind, ik vind, ik vind, ik vind dat is een ander lichting. Als je spelers op neerpeden hebt gezien, dan spreekt. Wij zeggen ook allemaal Vincent, toch? Ik snap het zo. Fini. Zegt, niet voor de vrienden. Ja, en nee, ik bedoel, ik zeg ook, ah, de Anthony. Dus als je die op veel hebt zien spelen, dan is dat gewoon bij voorbeeld. Vind ik. Dus ik vind dat dat een algemene regel is. Maar um, ja, als Amuzu dan op die plek staat, weet je van, als hij de bal krijgt, wil hij één op één zijn man. Dus dat is gewoon een heel andere speler. Of dat hij nu duizend keer die patronen traint, ja of nee. Hij is gewoon ja, een nee, ander team. ik bedoel ook een ander systeem, een ander mindset. Ik snap ook, als, als je met Amuzu speelt, dat je dan iets anders moet doen, mm -hmm. dat er andere animaties moeten zijn. Maar bij hadden die het gewoon. Je zag gewoon, geef een bal aan draaier. En die zal wel toevallig een bal binnenstampen. Azar is daar, Azar. Maar dat is dat te weinig. En je zag ook, als al die spelers, dat klopt. Hè. Als Azar erbij was en Struikes kwam daar. En, en dan zag je. Dat was denk ik puur omdat dat kwaliteit is. En ja. niet omdat wij een, een idee hadden. En ik vind gewoon dat dat. Maar dat is wat ik bedoel. Ik weet ja. niet of er een tweede manier is. Hmm. Ik denk ik de heb... eerste manier, als iedereen er is, die was er, die werkte. Maar ik weet niet of oh. er een. Tweede. Ik heb daarbij heel hard de vraag gesteld uh, in Amuzu. Die altijd Bijna alleen op links mag starten. Terwijl dat we hebben gezien welk verschil Paintsil in de competitie had toen hij van links naar rechts is bewogen. Op links lukte niks. Hè. Die trapte alsof hij dat, alsof dat niet betaald werd om te voetballen op momenten. En dan ging hij op rechts lopen en elke keer als hij weer diep gestuurd als is man voorbij legt, hem terug, doelpunt. Ik denk dat die... ja, maar dat is, ik, waarom, waarom kan Amuzu niet wat Paintsil kan? Dat is wie van het moderne voetbal. Ja, ik denk ja, dat ja super maar ik geloof dat Amuzu is... dat kan. Maar ik denk dat Amuzu gewoon. Ik denk dat Amuzu in topvorm en we hebben hem dit seizoen weer een paar matchen gehad. Is Kijk. gewoon een, een heel leuke speler voor ja. maar niet meer als dat. En ge, 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 bij momenten was het iets dus ook. Uh, het patroon was: diep een bal diagonaal in een hoek. Amuzo gaat erachter, komt daarin tegeneen en hij deed er iets mee. Dat doet tegen Mechelen die goal thuis ook. Dat is gewoon: hij krijgt er een bal op de middenlijn tussen twee mannen. Hij doet een actie en het op de keeper. Dat was tegen Mechelen thuis, die lange. Ja, ja die van 40 ja. ja, die dingen die was op dat moment in bloedvorm. Maar je weet gewoon dat gaat twee, drie, vier matchen duren en dan. En dat is het probleem. Dat, het zei, dat zei iedereen ook van Pinsel. Iedereen zei, ah, Pinsel speelt geen vijf goede matchen. Die, die is assistleider geworden, die, die was op een bepaald moment echt top in de buiscompetitie, op buiten, En het is niet dat hij een ander voetballer was. Nee, ja. maar en, dat en ik is heb ook niet het gevoel stijl, dat Pinsel. Andere... Ik Pintzel... ga geen 1 op één vergelijken, Jules Allee, met Pinsel en Amoezo. Ik, 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 ik vind het moeilijk sowieso voetballers voetbal op 1 te vergelijken. Ik snap wat je zeggen. zeggen. Het is een snelle flankspeler, wel bij Ganesh. Ja, maar, maar ik, vind gemak... ik, vind, ik vind dat twee typen spelers die gemakkelijk zijn te vergelijken. Je, je am... Ik denk dat meer uit het, uit het aspect van waarom je Amuso iets anders laat proberen. of heb, ah, Je hebt dat misschien op training gedaan, want wij zien uiteindelijk maar 90 minuten van die mannen in een hele week. Maar ik heb altijd de indruk dat je met Amuzu veel andere dingen kunt doen dan enkel links één op één bal in de voet. Speelt hij is... Beeldig maar vaker nee, ik vind ook dat Amuzu veel vaker diep moet gaan. Dat is een discussie waar ik het volledig over eens ben. En als je haar op momenten, zet, dan gaat op veel meer... Bij momenten in. is dat deze jaar ook gebeurd. En daar ligt zijn sterkte in de diepte. Laat die iemand pakken, één op één. En zelfs één op één in mijn ruimte, dan kan dat. Ja? Maar ik denk dat we... Ik ga een ander vergelijk maken. De, de, de discussie: draaier, moeten we die houden? En dit en dat. Draaier is voor mij iemand... Ik erger mij er kapot aan. Maar ik weet dat draaier elk jaar statistiek gaat hebben. Elk jaar mijn hand ervoor in het vuur. Sowieso. En Amuzu... Sorry, daar steek ik mijn hand niet voor in het vuur. Ik zou, ik zou persoonlijk mijn hand niet voor in het vuur steken dat draaier volgend jaar deze cijfers zelfs heeft. min 5 of min 7. Ja, die he? gaat altijd heeft, heeft altijd 15 assist en goals. Die, die, die samen. heeft, die heeft die heel lang overgeperformd, vond ik. Ja. Nee, die heeft, die, heeft, die heeft dit seizoen echt hoge cijfers gehaald, maar die heeft een natuurlijke, ik sta op de juiste positie, mm -hmm. topafwerking binnen de 16, buiten de 16. Ja. Zo'n speler die gaat altijd... Opportunist. Altijd. opportunist. Nee, ik ben, ben Maar ja? is gewoon, denkt van te veel factoren af, voelt hij zich goed? Uh, um, is hij in vorm? Heeft hij geen kleine kwaaltjes? Um, en dat is, ja, en ja, bij Dreyer nee. is het veel meer... Man Dreyer van. 19 goals, 9 assists. Snap je wel? Je in de zin van dat. Ik zie stijf, hem volgend jaar. Ja. Die, die volg als hij volgend jaar 15 en 5 haalt, zie ik topseizoen. Tuurlijk, nee, Natuurlijk. Ja, maar dat is al... En dan moet je hem echt verkopen voor, voor een goed bedrag. <laughs> maar, en, en, maar ik geloof, en, niet, maar, ik geloof, ik niet, ik geloof niet dat hij het dat je iets is is je, blijft. Dus er zijn veel draaien, moet weg. Wel, 30 dus goals kopen. Van mij mag Draaier weg hè. en zet twee flankspelers. die ik, ik speel hoog, twee flankspelers mijn actie en Dolberg in de box. Dan maakt Dolberg er ook 30. Dan komen we bij de vraag ja? van de kijker. Stijn ja, de, de Ferm eens. Stijn de Ferm. Hallo, Stijn. Stel de <laughs> vraag: uh, gebruikt Riemer Dolberg verkeerd? En dat is ook iets wat ja. ik wel vaak hoor passeren. Daar moeten we eens niet over discussiëren. Voor ja, mij persoonlijk wel. Ja. Ah ja, als we net zeggen dat het hele systeem niet klopt, dan kan ja, hij niet twee of aan gebruiken Ik denk dat het spel moet gemaakt worden en hij moet, hij moet al hij moet zo snel mogelijk in de 16 ja. kunnen zijn en daar is die, die is eigenlijk sterk, die is duelsterk, die is balvast. Uh, hij is op de kleine ruimte heel sterk, ja. maar hij, is, hij heeft een gekke, heeft, heeft echt een body, heeft techniek. Maar die moet nu voor mij persoonlijk te veel heel ver van het doel ja. dingen doen en soms ik zie die soms een borstcontrole doen, wegdraaien en dan, en dan de in de diepte dan, in de spuiten met de pakken. bal. Ja. Dat ik denk zo van, hey Casper bro, ja. Ja. <laughs> moeilijk. Ding. Maar dat is, dat is, echt, dat is ook een, echt een old school goalgetter. Dat is iemand in 16 meter, die is klinisch, die werkt af. Hè? Ja. Maar ja, hoe meer kansen dat je hem daar kunt geven, hoe meer dat hij zal scoren. Die, sowieso. die goal op dat, op dat schot van Sardella, dat wordt, uh, of is dat wordt tegengehouden. En dat hij er op eerste, als eerste bij is. Tegen een jong. Dat zijn. Nee, maar dat is echt een goal. Zo, zo gaat hij er nog natuurlijk. Gaat hij er vijf extra maken als hij enkel in en rond de box moet spelen. Dat is echt. Ik denk, ik ben daar ziek van. Man. Dat Zo'n mooie nee, voetballer, zo'n slimme voetballer. Die goal thuis dat hem, met die borstcontrole, dat dan nog elke andere gemiddelmatige spits zou daar in één tijd op koppen of trappen. En hij doet nog lichaamsbeweging, borstcontrole, die verdediger schuift daar voorbij. Zoals in zo, zo typische van, hé, hey, ja, dommer ik. En die legt hij dan zo nonchalant binnen. Ja, ik ben daar. Ja, dat is. Ik, ik ben er. Gaat van overtuigd, speelt met dolberg uh, met, met, uh, op de hulp van een tegenstander, zet daar bewegende spelers rond, gaat daarmee in combinatie, ja. vindt hij in de box. Dat is de komen. geilste spits die je in België kunt hebben Bindelings. op ons niveau. Even geil. Ja. Absoluut. Ja. Ook af. Echt. Uh, we <laughs> Afgeklopt. Opkels. We weten wat we <laughs> moeten doen. <ja>. Is <laughs> Afgeklopt. Uh, die laatste match op Antwerpen, je verliest daar 3-1. Uh, de match is gebeurd, Alex, dat je het nu wilt weten. of niet. Het exemplaar is misschien wordt licht in de laatste match van de playoffs. Uh, zonder Hazard, zonder vertongen, zijn dat dan excuses voor zo'n soort prestatie? Dat is een gala match. Bij mij zijn bijna een vriendschappelijk wedstrijd. Ik had, zo speelden ze precies. Hadden jullie, het, hadden jullie het gevoel dat als je enkel naar die wedstrijd had gekeken, dat je kampioen kon worden? En dan bedoel ik uh, los van de andere twee, dat je niet het resultaat van de andere twee wordt. Kijk, had je het gevoel dat daar een ploeg stond, die op dat moment zoiets had van: ah, we gaan kampioen worden. Maar dat was voor de week ervoor al niet. Dus Boah, ik, denk dat is... Allee, ik snap niet dat je gespeeld je Eigenlijk nog een Savaiers helft. Je hebt, je hebt de beste kansen. Je, hebt, je komt dan voor. Uh -huh. En dan die tweede helft. Wat gebeurt daar weer allemaal? Je loopt achteruit. De ruimtes op het middenveld zijn. Kilometers. Kilometers. Er worden geen duels gewonnen. Uh, en dat maakt hij zelf nog moeilijk door die, door die, door die goal weg te geven, eigenlijk. Um, Wel lekker afgemaakt. Ja, Ik ben, ik ben, ik ben, ik ben trouwens ja, heel erg fan Jesus. van zo. Ik vind die komt ook van bij Als de goal eruit gaat komen voor hem. Ja, ik ben daar echt fan van. Moeilijke die, periode die, nog. Ja, maar ik denk, ik denk dat ze zijn er nog niet aan uit zijn en beste positie is. Mm -hmm. Want bij de U21 speelt hij dan vaak heel hoog op de 10 en is hij soms ook kapitein. Dan mm -hmm. ziet hem lager spelen op het middenveld. Ik denk dat ze daar gewoon nog niet aan uit zijn. onder... onder, onder Coaches maar, en clubs en wat is dat? maar okay, daar is een echt uh, Ik kan een beetje alle la Keita, denk ik. Mm. Maar ik zou wel mm. zo, op die vraag, ik zou daar eigenlijk wel zo het spelersperspectief willen horen. Ik zou graag zo, al is maar één speler, zo van. De, de week na Brugge. Hoeveel zin hebt jij nog? om Nee, nee, maar niet, 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 niet negatieve, maar echt zo van, want dat is dan wel zo. Uh, Welk gelooftrent je? Ja. Kijk, nee, ja, nee, kijk, ding is, we kunnen op voetballers kakken. Ik heb zelf al heel veel op voetballers gekakt. <laughs> ik ben dan een beetje rustiger geworden, omdat ik ook wel eigenlijk. Meer... Vooral werk nu. Voor nee, nee, nee. In het algemeen ben ik voor voetballers. <laughs> omdat ik, ik wil heel graag ook echt voor voetballers een platform zijn van kom het hier dan uitleggen? Snapte? Maar als ik u elke week uitkak, dan gaat het niet om uitleggen. <laughs> um, maar dat is wel de week waar ik graag zou willen weten van na Brugge. What happened? Ja, als in. Nee, nee, zo, zo. Ja, hoe fucked up is die week? Snap dat? Want ik zal. Ik zal. worden. Ik, ik zal gek ik een, worden. Mag ik nu nog eens een week teruggaan? Dus na voorbruggen. krijgen die spelers twee dagen verlof. in een aanloop naar de belangrijkste match van het jaar. Snappen we dat? Ik vind dat niet per se raar. Ja, ik moet wel zeggen. in de, de korte drie jaar dat ik bij een eerste ploeg heb gewerkt. is dat niet iets heel bizar. Ik okay. denk dat. Um, Belenie zei, zei mij ooit in, in, een, in een heel rare taxi-rit. Um, <laughs> Waar is dat nou Ik leg meer over de Patreons. Voor <laughs> de OnlyFans. Die zei mij ooit. Um, je, wanneer dat een druk het hoogste is, haal het eraf. En, en hou het rustig, hou het kalm. En wanneer dat je net een wedstrijd hebt gewonnen, een do-or-die wedstrijd, wanneer dat je die hebt gewonnen in de euforie is hard, dan maak je de volgende dag maak je, je, je spelers kapot op training. Hm. Dan gaan ze geloven: van, ah oké, okay, het is goed, we zijn er. Nu gaat, nu gaat het allemaal vanzelf beginnen komen, dan maakt ze direct kapot. Dat was, dat was zijn mentaliteit natuurlijk. Dat is ook iemand die in Roemenië is opgegroeid in, in die jaren stilletjes. Dus die is helemaal anders dan wat een moderne sportpsycholoog zou zeggen dat je moet doen. Maar ik kan me wel inbeelden dat, uh, enerzijds, je loadmanagement is, is helemaal anders dan wat 10, 15 jaar geleden was. Anderzijds is hun dynamiek binnen die groep ook. Ik denk wel dat er genoeg professionalisme mm -hmm. is binnen die spelers. Dat is niet zoals in. in, 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 in 20, 30 jaar geleden, <laughs> de vrije dag we gaan twee, ja. ja, twee avonden doorzuipen. Ik denk, we hebben ook een paar keer met die spelers kunnen praten. Als je ziet hoe volwassen die allemaal zijn, ja, waar, ze allemaal hoe streng meer... die ja. voor zichzelf gaan zijn. Die ik gaan denk, niet ineens de randjes ervan. Ik aflopen. vind eigenlijk ook in het algemeen: op twee weken van het einde van het kampioenschap, behalve je tactische voorbereiding voor, die, voor dat weekend zou je training niet meer mogen uitmaken. Hmm. Snap, snap je zo veel trainingen dan? Ja, nee, als we nu niet klaar zijn, dan. Ja, maar dan, dan heb ik mij daar wel vragen over: van hoe dat wij dan soms voetballen. Ja, okay, ja, over, ja, de ja, ja. Training, ja over de tactische training, over de kwaliteit nee, van ja. die tactische trainingen, kun je zeker. Ja, maar maar ik vraag weet niet of dat die off-days. Ik denk niet dat je dat dan nog moest oplossen die week, daar ben ik over eens. Nee, al nee, al al nee al maar die off-days, welke impact dat heeft, ja. ik zou daar eigenlijk echt geen idee van ja. hebben. Maar moet wel? Klaar. Ik, heb, ik heb zoiets van: al wat de vijf dagen niet getraind moeten klaar zijn. Wat ik wel heb geleerd is: als je op zondag match hebt, is het eigenlijk. Je hebt matchdag plus één, dan moet je eigenlijk niks doen. En matchdag plus twee, dan hebben de spelers altijd het assage, meeste last. Dat is ja, echt, echt een term binnen de van matchdag plus twee. Ah, ja. Ja. Ik die weet man. dat wij, wij moesten ooit zo ergens ja, over, een, over een boarding altijd klimmen um, om, om ergens te geraken. En ik gooi <laughs> mijn benen daarover. En uh, een van die spelers kijkt naar mij en zegt: Amai, op matchdag plus twee, dat kan ik niet doen. En die man altijd zo ja, echt krakke mikje weer als een bom erover. Wow. Dat ik zoiets. Ja, iets had van oei jij bent profsporter en jij kunt huh? gewoon niet ah, bewegen als mij. Ik ben geen atleet. Hè? Ik bedoel, ah. als jij dat niet kunt, dan is het heel bizar. Maar je echt wilt niet. Je wilt de naam niet zeggen van een speler Nou, ja, Dat was er ietsje laat toen. Ah. Ja. Dat was vorige week. <laughs> en die en zet gemeen. daar dan nog in de verdediging wel echt in het zak, met zijn. Uh, oh ja. De knie. Ik moet zeggen, ik voel dat straks bij de introvragen aan jullie Fredberg is best positief. Noemt dit objectief gezien. Als mm -hmm. dus je zo wat statistieken bijpakt, en je moet echt naar de statistieken kijken om te zeggen: het is een goed seizoen, want qua spel was het op en and down. Anderlecht stond op vijf, stond vijf van de tien speeldagen in play-off één op de eerste plaats. De van de play-offs stond hij gewoon op één. Ja. Dat voelt niet zo aan als je daar nu op terugkijkt. Ik had niet het gevoel dat ja, anderlecht stond uit van de tijd. Op. Nee, maar ik las ook de statistiek dat op negen van de tien speeldagen heeft de leider niet kunnen winnen. Mm. Waarvan de keer inderdaad maar, aan, Anderlecht? Ja. Maar de anderen hebben dus ook, ga je andere keer, club een keer. Ja, is er dan zo'n grote druk geweest? Of, of die waar, play is gewoon een aan? raar beestje. Maar waarom, waarom kan de ene ploeg die een heel jaar goed speelt ineens, ineens staken En waarom kan een ploeg die een heel jaar nog niks bijeen heeft gespeeld in de play-offs 24 op 30 halen? Ik, dat is echt een heel interessante vraag. En ik denk als er een antwoord op is, ja, dan speelt iedereen ineens top. Ik dus, vind dat ook het, 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 het positieve aan die play-offs, maar ook het negatieve. Je kunt eigenlijk als ploeg bijna inzetten op die play-offs. Zeker met die halvering. Je kunt ja, ja. zeggen als we binnen de negen punten eindigen. Het is allemaal speelbaar. Ja. En dat vind ik het een beetje jammer, want daarmee evalueerde je, je, je normale competitie, reguliere competitie, tot ja, bon. en Maar langs de andere kant dan, je hebt die laatste thuismatch tegen Kortrijk. En dan denk ik van ja, daar, dat is dan zo'n moment dat je als ligt die je verliest daar thuis tegen de laatste, ja. dat is dan weer een hele dure. En dat is zo'n key moment. En dan voor mij opcerkelen. Dat, dat, hoe dat we daar gaan hoe Dan denk ik van, dat is voor mij onbegrijpelijk. En de rest van die play-offs is, is echt. Voor mij kun je in de play-offs elke, elke match verliezen. Ook de druk, druk op die scheidsrechters. Mm -hmm. de, de, maar je zo van die momenten, gelijk opcerkelen, dat kan er bij mij niet. Ah, dat is interessant. Ik, verlief, ik verlies liever de titel opcerkelen dan thuis tegen Kortrijk of tegen Brugge. Dat is, dat zijn, Kortrijk en Brugge dat zijn de twee matchen die. die ik zeg het, ik denk als die twee matchen niet bestaan, al eindigen wij niet eerste, dat ik eigenlijk heel positief, of redelijk positief, over het seizoen mm. zou, zou berichten en wat is het allemaal. Maar die twee matchen, omdat het thuis gebeurt en dan omdat het de waarop, nu tegen ja. Brugge gebeurt, de manier waarop, dat is wat mij eigenlijk dan daarna, waarom dat ik zeg. Twee dagen geleden zei ik vijf op tien, nu ben ik al zes en half. Misschien zeg ik op het einde van de week, allee, het was een zeven. Moet sama. je morgen een podcast doen? Dat wel een nee, 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 nee. nee ik, ik, ik moet hem niet doen. Maar het zijn die ik twee zijn, matchen... Ik het zeven, ja. nee, nee, maar het zijn die twee matchen die mij, die mij het meeste storen Omdat, ja, ik, voor mij moet je... Voor mij thuis moet je eigenlijk zo... Ja, alleen, ja... Breng Manchester United, we moeten winnen. Dat is, <laughs> nee, nee, ik meen dat echt zo. Dat, dat is een ding van als wij moeten spelen om te winnen, want dit is de match waar we kampioen kunnen worden of moeten we worden. Dat is allemaal. Ja. Moet je gewoon winnen. En als je dan opcirkelen, heel slecht gelijk speelt en we verliezen de titel, heb ik zoiets van: ja, fucked up, maar hmm. minder er is zelf, erg. Je er zelfs nog een stap verder gaan en te zeggen: als ander zijn, zijnde, moet je denk ik elke wedstrijd in de wereld buiten tegen de, de, de zeven, acht beste ploegen ter wereld, moet je zeggen: als wij niet als winnaar van het veldstap hebben, hebben gefaald. En ik heb daar. Thuis. 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 Thuis, maar nog altijd. Ik vind als ander licht zijnde. Als moet we je naar Galatasaray moeten. Hebben. Nee, Ocean's. Ik snap wat je bedoelt. Ik weet als wij Champions League spelen. en we hadden een, de laatste keer ik was Arsenal, Dortmund en PSG. Kan dat? Of, of voor toe? van den Borne. Nee, Bor nee. Ah, nee, dat was het jaar daarna. hij was het jaar daarna nog. die had toen overgepakt van Weiler. Dat was met Kümsel, Bayern München en zo. Dat was de laatste keer. Maar we hebben een, met de voer thuis. Het was niet de laatste keer, zo, maar we hebben een poel gehad: Dortmund, Arsenal, met Van den Born op Arsenal. Die ja. match. Dat jaar, dat jaar dan, dan elke thuismatch. Dat denk je, ik. Je, elke thuismatch gaat toch naar het stadion en denkt er van: het kan, hè? Ja. Geloof daar toch in. Allee, ik ben, ja, wij komen vandaar hè, dat we in Champions League dachten: ah, thuis Arsenal. En we, we speelden mee, hè? Want dat was het jaar dat we twee keer... Om... Doen eigenlijk. Ja. Maar het, het moment maar ja, dat je Champions League speelt, dat betekent dat je goed genoeg bent om mee te doen. Anders zouden ze het ticket niet geven aan de Belgische club. Als mm. dus je goed genoeg bent om mee te doen, met je goed genoeg om... Ik snap te wel, als je al gaat... is het met 0-1, en ik weet, jullie, gaan, jullie zijn er geen fan van, want anders moet champagnevoetbal spelen, maar al is het met de 1-0 voorkomen en in de tweede helft echt een blok zetten maar en Europees, iemand die gaan lopen... Europees, Europees, Europees. Europees maakt dat niet uit. Maar ik wil zeggen, ik snap, ik snap wel je, je mindset van Europees... Denk ervan: van de it, ja, waarom word we... je profvoetballer? Omdat dat is... je wilt winnen van je tegenstander. Maar dat is ook de mindset, ik vind dat je moet hebben. En dat we altijd moeten en moesten behouden. En dat is waar ik mij dan de voorbije jaren af en toe aan heb gestoord. Dat als we zo begonnen over zo. Ja, maar met de omstandigheden. Ja, ja. moeten we... Nee, nee, nee. nee. Ja. Dat, want vanaf dat je zo begint te denken, gaat er ook. Kleiner gaan werken en ja. kleiner gaan ja. uitvoeren. Je moet groot blijven denken. Ja. Je moet kritisch blijven zijn. En dat is de enige manier om ook terug aan de top te geraken. Je proberen te shotten vanuit je identiteit. Waarde. En dan dacht ja. Europees vaak met van die bedenkelijkere trainers te weinig gedaan. En compleet aanpassen. Ja. middenveld te betoneren en dan 1-0 verliezen in de laatste minuut. Maar, ja, maar, maar, maar daar van. heb ik dan maar, vaak maar, zo. Maar, hè, het gaat super slecht. Oké, okay, eerste seizoen. Ik wil gewoon eerst terug winnen. Dus ik geef u een seizoen. Maar vanaf het tweede seizoen. Maar dat, en dat is ook weer keer, nu de irritatie. Beschiet dus je Riemer dan nog een seizoen? Want je hebt niet gewonnen. Ze gaan het oplossen door een T2 bij te plaatsen. Lees je dan vandaag? Ik heb vandaag de eerste telefoon gehad. Dat vind ik een probleem. Ja, maar ik vind, Wat vertel... Fred Barry heeft effectief gezegd: we gaan op zoek naar een ervaren T2 die Riemer kan ondersteunen. Oké. Okay. Dat vind ik echt een probleem. Dat hebben ze al langs is eens geprobeerd. Maar, anyway, maar, dat, maar dat, zijn de, ver... dat zijn de eerste tekenen aan de wand. Hè, jongens. Allee. Ja, ik vind dat, ik vind dat echt. Is volgens, er is volgens mij niks erger om te horen als. Als er niet meer zijn. Nee, nee, nee. Met welke job dat je ook doet. Kun je het inbeelden dat, dat, dat we zeggen. Van, oh, je zegt goeie cameraman, we zetten er iemand bij. Want... Steven goed nee, dat is niet waar. Dus is aan het liegen. Nee. 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 Bij welke job dan ook toch? Ik, als, als ze dat tegen je zeggen, van, we gaan er iemand bij zetten om je te helpen in dit en dat. Ik mm. ben geen kind. Dat kun je met mij doen als stagiair. Je doet dat niet bij mij als ik een, een voltijdse vol job voilà, op plaats en ook, staan maar als en ook, een trainer van, van de grootste club van België was. En dan is de vraag ook wel: wie gaat die gaat persoon zijn? Wie gaat die daar zetten? Ga je daar zo inspraak in hebben? Ja, is dat dan nog meer? Allee, we pakken er nog een vriend bij of een deen bij? Of gaan we daar iemand zetten? We hebben gezien met Kombal in dat was ook niet de beste set, om maar een voorbeeld te geven. Dus dat is heel delicaat. Er is. Als er iemand komt en die heeft zijn mening, dat botst, Allee, dat maakt dat sfeer zo... Ja. Als liever ben, ik zou... Ik zou dat als een slap in de face ervaren. zo ah, Ik van, weet dat niet, omdat. Uh, misschien heeft hij het zelf gevraagd, hè, dat kan ook. Ja, ik, ik stel ja. mij de vraag, omdat ik, ik hoor het nu pas. Ik stel mij de vraag van: ja, willen ze daar misschien het Engels model hanteren? Hij heeft ook in Engeland gezeten, dus voor hem is dat niet het gekste model van zo: je hebt de manager en ja, Fredberg, de manager, en al, coach. Maar ja, ja, dan is Fredberg de manager en moet er een coach bij, hè? Ja, natuurlijk. Dan is Fredberg de manager en moet er een coach bij. Nee, nee maar als in. Gent, zo, zo bijvoorbeeld, ja. eh, Klopp en, en, uh, en uh, Leinders, bijvoorbeeld. Zo, ja, van, ja, ja. Dat is, in Engeland is dat meer done dan in andere nee. Europese landen. Hij heeft daar gezeten bij Brentford. Misschien vindt hij dat niet zo gek. I don't know. Ik ben nu gewoon aan het freestylen zo, natuurlijk. Maar... Ook wel zo. In Engeland bepaalt die manager dan de speelsijn, ja. de tactiek. En hij heeft dan pionnen die dat uit, omzetten in trainingen en daar patronen op uitwerken en die de veldtrainingen doen. En dan en dan maar de tactiek dan. komt wel van... Nu wordt er eigenlijk gezegd van, oké, okay, hij, is, hij is, defensief staat het en dat moet hem geven, hè. Dat klopt volledig, hè. En niet alleen een liniecoach. Voilà, punt. En hij, 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 het, de organisatie was oké, okay, maar ja, dan komt er dan iemand bij die dat het offensief moet doen, maar hoe gaat dat dan in zijn werk? Stelt hij dan offensief ja, nee, ook de ploeg op? Gaat hij zeggen: van... Ja, Brian, vandaag geen amoezo, vandaag spelen we met een gulo. Allee, waar gaat dat dan naartoe? Ik vind dat heel moeilijk. Ja, mag, en je zei er net ook: iemand erbij zitten, dat kan. In twee zaken resulteren. Of dat is iemand die dezelfde mening heeft als u, of dat is iemand die een ja. andere mening heeft als u. En beide is een probleem, want je, iedereen zegt nu, hij is niet goed genoeg. is. Dus iemand die dezelfde mening heeft, ga ook niet goed genoeg zijn. Of hij heeft te veel werk, dat kan het ook zijn, dan krijgt hij een assistent. Maar dan, dan, is, de indeel, dan is de structuur niet juist. Ik vind dat gewoon dan een eerste Dan, 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 dan zeg je eigenlijk dat je eigen structuur niet juist is. Dat is een eerste teken dat ze nattigheid voelen. Ze voelen dat er, dat, dat er daarop geanticipeerd moet worden. En ik denk dat ze ook weten van, op deze manier, het is, ik heb dat al vaak gezegd dit seizoen, hè. het is en blijft heel fragiel. Ook het stadion dat volledig mee is. Uh, de, ja, de, ik, ik, ik blijf dat fragiel vinden. En als je een assistent haalt, wat betekent dat als je, godverbid, begint met drie op 15? Voilà. Is dat dan uw coach na vijf speeldagen? Gaan we die dan Simon Davis gewijs zeggen, want jij moet niet meer komen? Ik pak het toch terug over, ja maar ja. Simon Davis. Ja. Proef niet naar, naar een super uitgedokt. Dat je doktert, standvastig beleid. waarvan ik denk, ze hebben de analyse gedaan en ze hebben het pijnpuntje. Mm. Dus ja, het kan, het, kan het Het kan, he? van, van, Anticiperen, van, het kan, het kan zijn dat het iets is van puur gewoon iemand die um, echt als T2 een paar lijnen nog extra uitzet. Maar het mm. lijkt mij heel sterk dat je die conclusie dan pas maakt op het einde van het seizoen. Ja. Ja, maar oh. daar is de Belgische competitie wel waarschijnlijk de moeilijkste in, want je moet heel lang wachten voordat je je analyse kunt maken en, en je moet ze heel snel klaar hebben. En wat, die weken is het ja, Wat we ook al weten van, van mensen die er geweest zijn, is dat dat ook een gevoelig puntje was bij Riemer: die technische staf en die mensen dat daar inzetelden en wie weg moesten. Dus ja, wie gaat er daar dan zitten? Wordt dat dan de mannetje van het bestuur of wordt dat dan. Allee, dat is heel moeilijk hè? Well, geen... Er nee, moet toch ook nee. iemand worden die de competitie kent, denk ik dan. Ja, maar. Hein is vrij. Hij 2-2. <laughs> volgens mij, volgens nee, mij nee, is het een slecht toerisme We zijn hier niet, maar ah, niet. Okay, Dat is hier niet de Hein Dat is hier niet de Hein van Club. Ondanks die vragen naast maken, het gekke gevoel wat ik nu net aan het bespreken was: er waren ook wel echt leuke momenten. Jullie favoriete speler was Dreier. Wat ik snap, qua belangrijkheid, mijn favoriete speler van dit seizoen. Ja... Ja, qua belangrijkheid. Wie ja, denk... ja. was de belangrijkste? Zo was de vragen ja. ja, ja. Even een pakje ja, drie. Ja, jongens, we terugspoelen. Heb ik het belangrijkste ik gezegd? Ja, ja. Mijn favoriete oh. speler was het sowieso. Niet. Die was voor jullie de beste speler, in inderdaad. Ja, land, heb ik gezegd. Ja, het beste is voor mij degene die dat u de meeste wedstrijden heeft. Dat is de mijne. Wat is Omdat Strooikes. Ik helemaal ik heel erg bij strooikes of Sardella. Ja. Bij, de, bij mij zal de reden zijn omdat ik had dit seizoen totaal niet verwacht van hen. maar ik vind Strookens op de positie waar hij heeft gespeeld, de manier waarop hij heeft gespeeld, hij is ook nog maar 19. volgens mij, mm -hmm. um, en het potentieel dat daarin zit in die rol. Want ik denk ook wanneer dat hij uit de jeugd kwam, beelden wij dat allemaal in van die gaat hoger spelen en nu zit hij wel lager. Ja, ik heb die echt matchen zien spelen en, en dingen zien doen waarvan ik dacht van ah oké okay, dit wil ik wel. Ik heb je dat Strookens niet gaan kunnen houden deze zomer? Ik zal het ook begrijpen. Ik heb jullie iets weet. Nee, 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 helemaal niet. Mijn Wat favoriet. Het algemeen, ik heb daar die... <laughs> nee, 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 nee. ja, <laughs> niet uh, zoveel <laughs> van voedels, nee, nee, nee. Ik, was, ik was aan het denken. <laughs> ik zou, als je mij die vraag een paar weken eerder stelt, ga ik waarschijnlijk altijd met de bas antwoorden, maar is er een reden dat ik dat niet meer zeg? Ik hmm. weet niet of er een reden is waarom dat de bas niet mijn favoriet die... gewoon zou zijn. Hè. Niet de beste. Want de Fijt beste was draaier voor mij. Ik, ik vond die de laatste weken van het seizoen, vond ik hem eigenlijk op zijn best. Ja, ik heb die soms echt matches zien spelen. En Sardella ook, hè? En zowel Sardella als Trukkels als de bas. Ik heb. Er was soms dingen zien doen in de opbouw. Oh. Dat ik dacht, hij ja, ja, ik oh. heel lang in België ja, ja. niet gezien. Ja, ik, want of... er is al heel ja, veel ja. gezegd over, over, uh, over Matthe Smits, bijvoorbeeld. Die dat ook een, een topseizoen heeft gehad bij SWV. Maar om dat ook nog eens te doen bij Anderlicht. Hmm. Moet je wel zeggen: niveau, dat is, niveau. die ja. heeft in opbouw niveau gehaald. Waar je nu over begint: Wimpers the Great. Wat een Instagram-naam is <laughs> van iemand, stuurde onze vraag. Uh, om die zacht op tafel te zwieren, zijn op de bast vertrekt. Wie binnen België zien jullie als. Goeie vervanger voor hem. Oef, binnen België? Wat is Brandon Mechelen. <laughs> Vijf keer kampioen. <laughs> ja, keer kampioen op negen jaar, zoiets. Prijzenpakker. Maar Smets is de evidente naam. Ja, ja ik, ik ben echt... Maar al, al die boys van STV, zowel Smets als De Loge <laughs> als Teukers als Rijn van Helden... Maar ik denk, van Steukers, van Steukers is voor mij denk ik net niet goed genoeg momenteel om maar, de stap al te zetten. ik ben ook van, hè. Ik denk, omdat hij te veel nog in... Verdwijnt Hij verdwijnt ook uit matchen ook en ook niet het spel ineens versneld nee. maar, aan de bal wel met de met heb ik echt weinig opgelet want die oh, nam wordt veel echt wordt veel gedu... Allee, ik kan u niet zeggen dat ik, dat ik tien volledige matchen van de tv gezien heb laat staan ja, okay, helaas alles ja <laughs> maar, 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 <laughs> maar die ik vind nou, is echt ik vind goed. nou ja. en die is voetballend ik weet niet hoeveel leeftijdsverschil er is tussen hem en zijn op de Bast maar die is, dat is veel schelen. Maar ik denk dat dat de enige... En die is, die is gedebuteerd vorig jaar, dat zag ik onlangs pas. Ik was, ah, ik die... was dat helemaal vergeten. Uh, tegen Boniface. Dingen van van Sandaar hebben die... er ook twee. Een uh, Oepie en uh, een Gooi. Een Gooi. Ik denk als De situatie als situa situ Sandaar nu ziet, zou ik daar toch wel een klein oogje op uh, laten vallen. En het Zullen op... Uh... De flankspeler Kanak uh, Shannak. Ah, Shannak, Shannak. vind ik Shannak. ook een leuk, uh, leuk profiel. Maar ik denk dat die... die zijn allemaal jeugdinternationals. Die, die, ja, die, 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 die gaan misschien op. naar Turkije of zo. Oh, daar gaan ze geld aan moeten verdienen. Ja. Ja. wat ik wil zeggen, dat is wel de categorie dat je in kijkt. En standaard door de situatie, nu kun je daar misschien een zaakje doen. Anders zou die ja. totaal aanhaalbaar zijn. Als je een Goy of een Smits kunt gaan halen. Die dat... twijfelen. Volgens mij zijn dat allemaal uh, allebei toekomstige grote duivels. Hm. Echt waar. Ja. Ik heb in België geen antwoord. Ik denk als je een gooi, niet... als je daar het, het serieuze in krijgt. Want hij is soms nog heel nonchalant. Uh, mede door joh, die, die drie reid, hè? Hè? Ik denk dat dat mede door die drie man is. Zo weten van ik kan hier wel een keer een valfolieke mee. doen. Mm. Maar ik denk dat dat wel echt talent. En newbie vind ik ook echt. Uh, ah, en Guanda, hoe lang duurt dat nog? Volgend jaar gaat dat. is, 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 wel is, is, wel is maar 16. Zijn, ofzo, ja, is 16, maar ik heb mensen die horen vergelijken met Company. Oh, wat een speler. Moeilijk. Das company vind ik heel. Nu beginnen we. Ja, dat, over de de wilde, dat, dat wilde niemand doen. We mogen dat niet praten, Jill. Okay, dat ook. is de beat. Onzo, volgend jaar moet in de kern van de A-ploeg ja. zitten, sowieso. Maar uh, ja. waren waar eigenlijk favoriete spelers van het seizoen? Ja, maar je net de best... heel inter... binnen België heb ik geen antwoord als je buiten ja. België zou gaan. Uh... Al maar een goede vervanger voor de bas. Moeilijk hè. Dat is uh... omdat je zo specifiek, zei, binnen België ja. dan... Nee, omdat, omdat ik, ik denk niet dat ik genoeg heb gelet op wie zijn de, 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 de goede jonge centrale verdedigers in België die, die dat zouden kunnen opvangen. Maar dan denk ik bijvoorbeeld, en dat is nu. Uh, een beetje uit het niets, maar bijvoorbeeld uh, Aldakil die van sint denk ik ja, naar Burnley. Uh, Burnley was gegaan, die zakt daar terug, ja. ja die zakt nu terug. Waarom kun je niet zo'n jongen gaan die heeft halen? Heeft daar ook goede matches gespeeld bij Burley. Goede voetballende ja. verdediger, sterk is daar misschien fysiek een beetje sterker geworden, kent de competitie, wilt ook aanspraak maken voor de. Moet spelen, spelen. ploeg duivel, moet spelen. Ja. Ja, dat, dat zijn jongens die dan ook een beetje honger hebben. en, mm. en, en die wel misschien die positie kunnen invullen. Naam. Ik vind dat een mooie naam, ja. dat is waar. Nu stop ik dan, dank u. <laughs> is, is, <laughs> is hij nog haalbaar, onlicht? licht is dan de vraag. Ja, dat zijn situaties waarvan ja. ik denk. Ja, ik dus, zou ook geen centrale verdediger lenen, Voor te starten. Dat vind ik enkel een crisis-situatie van. oei, er heeft iemand zijn kruisband gescheurd. Laatste dag Mercato geleend iemand. je een dikke jeugdspeler hebt die het jaar daarna in uw ogen. Vast centraal ja, te staan dan. Nee, zou ik ben ik ben ik ben gewoon. Ik weet niet waarom dat dat bij mij is ingepeperd maar ik ben geen fan van keepers en centraal verdedigers die moeten starten huren. Ik, ik weet niet waarom, maar ik vind dat dat zo'n as is waar dat je op moet ja, dat je bouwen basis, en weten ja, ik snap van. Dat. Je hele club begint daar weten. Ja, dat, dat ja. moet. Ik snap dat. Magisch, right. ja. Vragen van de kijkers, jongens, ik smet er hier een paar op tafel. Uh, Toon Heisel vroeg of de terugkeer, want Dennis is praten een goed idee zou zijn. Ze is dus net de kampioen geworden, toch? Nou, Einde contract. Nee. Ah, maar als je promoveert naar de Premier League. Nee. Ah, maar die is van 94, dus die is een jaar nee. ouder dan ons. Hij nee, heeft ook, ook echt een rampseizoen achter, de, heeft echt niet veel gespeeld. Um, het is denk... niet de stijl dat we zoeken. Ik denk ook niet dat dat nu de type speler is die je het hardste nodig hebt. Hmm. Ik denk wel. Als je hem kunt gratis gaan halen. Maar weer, je zit weer in het, in het schuifje dan van als die fit blijft, is die in een meerwaarde veranderd. Maar, ja. Je mocht er zo geen drie starters hebben, in he? als ze al, fit blijven. Je hebt er al zoveel. Ik ben er wel zeker van. Als hij fit is, is hij is is te goed voor de Belgische competitie. Nog altijd. Uh, maar ja, ik zou daar niet mijn centrum kan op dat Kan ook niet, kan meer... die niet in, in het laatje Torgan Nazar. Uh, Hans Van Aken wordt daar ook vaak in genoemd. Zo van die jongens die eigenlijk... Te goed voor België, maar... Maar houden de... om het niveau van de competitie zo ja, maar hij is, hij, Ik denk dat we wel moeten kijken naar... Hij is, hij is, hij is de, de stijl en... De positie, de stijl en type speler die hij was toen hij hier getrokken is, dat is hij niet meer. Nee, nee, nee. Hij is nee, nee. omgevormd om tot ja. een heel andere middenvelder. Ja, ja. En er is zeker in Italië zijn hij gaan spelen op die heeft de fysieke bagage, die loopt veel, die heeft heel mm -hmm. goede techniek. Maar ja. nee, dat, is niet meer, dat is niet meer goal en assist, Dennis praat. Snapte? Ja. Bij ons was dat infiltratie, was dat in de 16 die, komen. Dat snap je Ik snap het sentiment, maar hey, we waren in het begin bezig over wat zoeken we. Niet ja, daar, is, wat is. ik wel zou wil ik zou wel eerder Dennis Praat pakken dan de Leni houden. Als we, ja, ja Als we dan toch even mogen dromen is hij juist als daar op de tien praat achter op de acht en daarachter een beest. Ja. Dat is wel een gigantisch heel middenveld op papier. En ik denk maar dan wederom, ja. Het fit blijven is gewoon. Je kunt, niet, je kunt niet. drie of vier spelers hebben waarvan je weet. Ja, dat je kan elke azar, week gebeuren. En, en, en de 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 is hij dan komt in het donker. Die is naar Napoli gegaan voor dat het spelen buitenland. Niks gespeeld. Nul, ja. terwijl de, uh, Zielinski die uh, die ging gratis vertrekken of Zelensky of de andere, Lobotka, een van de twee ging gratis vertrekken naar Inter, zo wisten dat en ze hebben de Donker nog wel niks laten spelen. Als, de, als een Donker haalbaar is, is, is en je zou die kunnen halen als zes, is, is ook nog geen dertig denk ik. Hè. Nee, hij is, hij is te goed. Nee. Hij nee. is te goed voor de Belgische competitie. Maar dan maar stop, op dit moment, en Bel ik weet ah. dat de, de, hij, hij heeft op het punt gestaan om terug te keren als hij bij kent hij door Schoonpapastegen. Ja ja is, is niet waar alles alle spelers liegen en nu maar, zo en, weet dus ook. ik niet eens triest want allee ja, dat is nu niet, niet iets om hier te noemen waarom dat dan misschien niet kon gebeuren dat is, maar um, ik ben daar dat is eigenlijk truc. nee ja bon uh, ja die zat niet super goed in zijn vel in Wolverhampton en daardoor uh, wat die, en nu ga je toch zeggen okay. ja bon, kijk nou, persoonlijke situaties ja voilà. en, hmm. en daardoor was en die heeft maar bon ik laat het niet maar als die haalbaar is met het volume dat hij heeft dat is de, voor mij het pijnpunt in, dit, in, deze, in, die, in deze ploeg ja, bon. en dat is ook geen ge, ja dan zou je dat doen dat zou, alle haalbare x anderlech spelers is dat volgens mij ja, de de eerste ja Lukako, Lukaku echt, maar die is niet ja, haalbaar Lukaku is niet haalbaar maar de donker als je die die ja. zou echt impact hebben denk ja. ik hoor. want die is nog steeds gewoon fit, fit. klaar ja. uh, box to box Paar goals die speelt mee, 45 ik, van de 50 ja, de matchen en die wins -en duels die, 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 die ja, een keer van 35 meter trappen en zo de, de. Ja. veel, excitement. Excitement. Dat veel ballen op veel ballen die container van Jupler Stage achter die winnen ja. maar al kijk ja moet maar één of daar twee keer binnen daar lachten lacht lacht wij vroeger mee als een donker trap van oh uh, maar nou, welk middenveld in België zeg je van oh nee die gaan Leander de donker tegenhouden niemand op dit moment fair enough of Redberg luister naar Café Constant. Die zijn wel goede tips. If you, ja. if you play Champion, I do everything him. Dus uh, ja, dat is al niet luisteren. Nee. <laughs> ja. uh, <we> Wanneer <laughs> op hier in, a, in het Pitoreske <laughs> te komen, ik weet dat het goede bron. Dat Koen dat Kasteels hier dat is een kasteel van een huis gebouwd heeft, uh, kasteels naar tu Kistons. Ik denk dat er meer geld is te verdienen in Saudi-Arabië op dit moment. Maar wilt hem dat? Kasteels in Saudi-Arabië. Wat Lijkt me ik... zo dat type mensen niet. Dat dacht ik van Kevin de Bruyne ook dat hij drie keer zei dat hij er naartoe zou gaan. Wat ik heel graag vind aan kasteels, is dat hij niet meer interesse in is. Dat is er is toch wel interesse in, hoor. Maar dat is nee, toch al, al, al zes, zeven jaar een zekerheid in Duitsland. Alleen als hij voor de Duitse handschoenen aan doet, is hem geblesseerd. Penalty packer. Dan is hij altijd. Uh... Penalty oké, okay. die is ja. daar in Duitsland bekend als penalty ja. Maar, ja, maar een... is de interesse nu niet altijd en overal gewoon voor zo jong mogelijk en, en ja. met met value en is dat niet wat, is 31 uh, jaar eigenlijk. Ja, ja maar dat is het. Ja, maar keeper voor vijf jaar, hè? Vijf jaar, hè? 5 jaar, Ja, oké, okay, maar behalve miljoen is denk... er nog van die leeftijd ja. gehaald hier niemand toch? Het is wel zo nu dat Schmeichel... Dat gebeurt gewoon niet meer. Smijkel wordt blijkbaar door keepers, hè? Ah, keepers. Dus zou ik even moeten nadenken. Uh, ja, ik denk, ik denk dat, het dat gewoon niet meer de... de... Van in is toch gehaald, door ik, om, om te vervangen bij... Ja, maar dat speelt de niet. Woord. Ik bedoel, nee, ja, ja, ga dat gaat om de drie jaar. Er meer he? interesse. Ja, ik denk gewoon dat, dat er wordt gewoon gezocht naar, kunnen we niet hetzelfde profiel vinden? die misschien we vier jaar, ja. jaar, ja, nou, ja, jaar. Ja, Bart van Maar ik zou, ik zou hem halen. Ik zou hem halen, hè? maar ja, ik een opkeepen, hè? maar ik nu denk, dat stond ook een beetje in de media en op het forum en zo van, Schmeichel, duidelijk wordt blijkbaar niet verlengd sowieso. Dan hoop ik toch dat er een idee is, of dat er een plan is, of dat dat al ergens. Dat zal nu Of ben nog ik nu te naïef? I have faith. <laughs> ik, weet, ik weet niet wie dat nu het. Waar doe ik daar dan? Raak ik mij echt af. Daarmee ben ik dat straks. Ik heb je toch al... dat is wel een rare transfer. Ja. Ik bel het volgende keer voor Barotani. Die komt af, die heeft tijd. Nah, ik, stop die er mee. Die... ik doe volgende seizoen geen podcast meer. Die komt af, die heeft tijd. <laughs> uh, het is keihard of topic max met het hier op tafel. Sinds vandaag weten wij de selectie van Roy Duivels voor het ja. Europees kampioenschap. De Basten Vertongen zijn erbij. Los in de basis. Los in de basis weet ik niet, want Witzel is terug en dat vind ik heel interessant. Dus ik denk dat Witzel gaat starten. Ik denk niet dat je Witsel overtuigt. Wel met twee. Nee, dan nou, moet je met drie starten en dan moet Faas gaan starten op het EK. Gilles is Ik gewoon weet niet of ze met, met Vertongen en Witzel hmm. op onze eigen carré. En dan counteren met Lukaku, Doku en, uh, en You Fuck. En so, <laughs> zo weer. Jij <gij lacht> hebt dat ook al gezegd? Ja, gewoon het lelijkste voetbal ooit: ja, tuurlijk, counteren ja. en EK. Ja, maar, oh, als maar dan ik je dat dat nooit is. Gaan dan het, het meegesteld. ploeg daar En stop met dat te willen domineren, want we he? hebben daar de verdediging niet voor gewoon een lage blok, nou, een middenveld. Uh, middenveld om duels twee man die dat iedereen opfret achter de bruine en de bruine die gewoon pasjes mag geven naar Doku en naar, naar Lukaku en ja, dat is de enige manier waarop we een prijs kunnen pakken. Ja. Ik vind het ik vind, de, de enige want iedereen heeft vandaag op social media heb ik gelezen van als we maken dit Franks dit vermeren dit salomakers uh, wel of niet ik heb al heel veel namen gelezen Alle maar gewoon je de winter niet meepakken is Hm. Ik, dat kan er bij mij niet in. Snap ik ook niet. Ja, dat maar kan er ik... echt niet in. Bij ik mij. Vind... Of vond je wel zijn een uitleg daarover? Zouden we wat, en dan die blessure? Dus... Ja, was het was maar toch ook geblesseerd. Ja. Weet je wat het moeilijk is met al die uitleg? Je geeft telkens een uitleg voor de ene die je eigenlijk als je hem op de andere toepast. Hetzelfde met Maxime de Kuyper. Hetzelfde met. Uh, je pakt sommige gasten niet mee omdat ze al lang niet gespeeld hebben. Je hebt Vermeeren en Franks meegepakt. Ja, ik, ik snap, Franks en Vermeeren zijn voor mij. Allee, ik vind de winter dat valt zeker iets voor te zeggen. Ik vind dat een no ja. Dat is voor mij echt maar dan van ik... alle verdedigers is dat een de derde dat ik erop op. Maar dan moet je dan moet... ik snap iets zelf ook volledig dat je niet mee pakt. Dus ja. dan, moet je, dan moet je dan kies je tussen de Bast en Faas. Dan had ik Faas thuis gelaten. Maar Faas ah. is voor een basisspeler. Boud Faas is basisspeler bij Onder de Disco, heeft... dat is ah, de enige ja, alles maar dat snap ik niet want ik ben meer van Koning de Winter. Ja, Koning de Winter is voor mij de starter. En ik, vind, ik, vind, ik snap Vermeer niet speelt niet. Frank snap ik ook niet pak dan Keita mee. Ja, kijk, dat snap ik niet. Dat, dan, maar ja, maar daar kun je, je kunt over elke selectie iets zeggen. Hè. Allee, blijven. En uiteindelijk, weet je ook, dat gaat over namen 4, 5, en 26. Ik heb het geteld de voorbije toernooien: wie dat er meer dan 90 minuten heeft of meer dan. 20 minuten heeft gespeeld, dat zijn telkens 17, 18 spelers. Ja. Dus ja, wij hebben het nu over wie mag er mee kaarten mee, mee, ja. met vertongen. Hè? Daar gaat het over. Het ja, ja, gaat niet over, nou, wat als onze linksback geblesseerd is en die heeft een blessure en die pakt rood, daar gaat het niet over. Nee. over ja. En ik denk wel 15. dat Witzel, dat is heel. <laughs> allee, dat wordt niet zo geapprecieerd in een aanlegpodcast, denk ik, maar ik snap wel dat je die meepakt. mee pakt. Tuurlijk. De ja. metier, de, de rust, de ervaring. Ik, zie het, ik ben er waar van ik van fan van. van ben. Ik weet niet waarom, maar ik zie die gewoon ook niet meer als een standaard speler. Dat is al zo lang geleden voor mij. Dat zijn dingen gebeurd die toen opgeklopt zijn in een tijd. En er zijn zoveel zaken. je kunt dat niet meer, dat is een jonge ket. tien jaar geleden of zo. Dus ja, voilà. Ik ben heel benieuwd naar zijn gameplan. En voilà. Ik ga hem in de bast los in de basis, als ik het zo hoor. Niemand die er echt van uitgaat. Nee, ik denk dat niet. Want het start altijd, hoor. Ja, en hebben heeft het ook niet genoeg geprobeerd, denk ik. Dat ik zo'n gevoel heb van. dat denk ik niet af afgeklopt. ja Hop, meteen uh, de futures even bespreken specifiek voor die patreons is er iets kenny dat jij zegt dat moet hier wel op die tafel komen te liggen dat we moeten bespreken vandaag um, ja één ding oh. Eén één ding wel heel hard um, de, 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 ons stadion thuis tegen Klubbrugge. de taferelen die daar gebeurd zijn dat vind ik heel spijtig we noemen ze eens even ja eerst oké okay, bon er is altijd een alsjeblieft. Die scènes voor Thiago, met Thiago voor de match, dat zijn dingen ik snap niet. Nu mag hier naast mij Hans van Aken, uh, Brendon Mechelen, um, zelfs Noah lang die dat in ons heeft uitgelachen in ons gezicht komen zitten. Ik zou daar niet op spuwen, ik zou daar niet met bier in gooien, ik zou niet die zijn mama uitmaken. Alleen bon, natuurlijk die moest daar niet zijn want er is een aparte parking, dus ze, dat is het ook een beetje zoeken. maar dan nog, dat snap ik niet. Dat is één. Maar dan die scènes in het stadion, uh, mensen die in de business seats kruipen om, om andere mensen op hun gezicht te slagen. Blijkbaar is ook tijdens de rust de poort van het stadion opengezet zodat bepaalde gemaskerde mannen met stadionverbod binnen konden. Daar, is daar hangt daar zo'n heel toxisch sfeertje en ik vind dat niet oké. Okay. En dat is niet alleen op aanlicht, hè, maar die bivakmutsen, dat gedoe. Jongens, alstublieft, stop daarmee, want er gaat iets gebeuren op een gegeven moment of er gaan weer doden moeten vallen of er gaat weer iets. En ik vind dat gewoon heel angstaanjagend. En ik ben nu, dit is Boomertalk. Ik zou graag met mijn, met mijn zoon Absoluut. naar het voetbal kunnen gaan. Absoluut. En dat hij daar dingen ziet die, die. Allee, dat is echt. Allee, waar haalt je het aan? Hallucinant. In je hoofd? Ja. Ik heb, ik heb dat ook. Ik heb soms zelfs schrik om, om, uh, om. Ik ga vaak met mijn beste vriendin naar het stadion. En zowel uh, omdat wij in Antwerpen wonen, gaan we soms eens naar Antwerpen, soms naar Anderlecht. We gaan overal eens naartoe. En ik heb soms echt wel zoiets van. Wat, als wij daar hadden geweest, wil ik dan nog. Wil ik dan nog eens met mijn ouders nog eens naar Anderlecht hmm. gaan? Wil ik nog eens met, met mijn jong neefje, die, die, die ik elk jaar een shirtje van Anderlecht moet kopen, wil ik, wil ik daarmee naar stadions gaan? En dat gaat niet specifiek nee. over Anderlecht, dat gaat gewoon over het Belgisch voetbal. Ik heb, uh, ik heb in Club Brugge dit jaar iets meegemaakt dat ik, uh, dat, ik, dat ik bijna een hartstilstand van heb gekregen. Ik heb in, 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 in vier, vijf, zes stadions al... Ik heb toen op Twitter gezet live, omdat er iemand kankernegers was aan het roepen, waar dat wij bij stonden. Oh. En wij hadden gewoon met twee echt... Hartverzetting, omdat wij zoiets hadden van: als wij erop reageren, krijgen wij waarschijnlijk ja, klap. Sluig, ja. Maar dat zijn, dat zijn dingen die zo vaak gebeuren in, in het Belgisch voetbal. En dat mm. gebeurt elk jaar, zie je wel iets. Maar het wordt precies ook weer erger. En dat vind ik gewoon, ja. ik vind dat gewoon niet oké. Okay. Ik, ik wil die beelden niet van mijn club zien. Van enkel, maar, ja. En ik wil ook, allee, wij zijn nu alle bekken. Ja, ik vind niet zeker dat we bekend zijn, maar je kijkt hier oh. kijken een paar duizend Maar, ik, maar nee, mas, Dries, hier, hier kijken een paar duizend mensen naar. Ik heb bijvoorbeeld ook bij Barotelli. Er zijn op voorraad berichten over mij verschenen. Ik denk van ja, oké, okay, bon, let it be. Hè. Dat is ook zo. Dat daar, okay. Je hebt de mening, je komt die verkondigen. Ik'll take it. Maar wat is een dag dat ik op KV Mechelen naar de voetbal ga zien, dat er daar geen op mijn gezicht slaagt. Ja, Allee, ik heb daar. Ik dan, heb dan denk, daar ik, van, legit dan dan denk ik van, en dat is ver weg, want ja, wie ben ik? Hè, dat maakt niet uit. Maar die dingen dat je niet gewoon naar het voetbal kunt op gaan Mechelen zien. willen ze sowieso op je bakken slagen. Ja. 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 Dat maar ook, waar, ja. ook wat ja. dat je nu zegt, van de beelden dat je ziet in de tribune, ik wist bijvoorbeeld niet wie dat, dat was. Dus. Ik weet niet. Ja, er gaat ook eens een moment komen dat misschien iemand zegt. Iemand die zeven, acht punten te veel heeft gedronken en zegt van ah, die gast die dat toen is, heeft gezegd dat mijn favoriete speler slecht was. Ik ga erop slaan. Ja. Ik heb echt schrik om mee, mee, mee neefjes en, okay. en nichtjes... We nee. zouden dus minder jaren. En dat zijn veel supporters die ook zeiden van het was oké, okay, mijn kind vond het leuk. Je nee. geeft dat dan een, 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 een ding. Di en ik zeg niet dat het twintig jaar geleden beter was. Dan werd er ook gevolgd aan de hoofdinggang. Bon, maar willen we daar in een, een, een. Ik vind dat wel een maatschappelijke kwestie, dat wel een keer. Daar gaan keihard politiemiddelen naar, maar toch gebeuren die dingen oh, in Verdacht stil. Ja, Als nee, omdat, dat is, dat is een, een topic waar ik altijd mijn mening over heb gegeven en mijn mening over ga blijven geven. Um, ik vind dat compleet achterlijk. Um, ik ben ook niet bang om dat te zeggen. Ik, het ding is, ja, zijn daar, zitten daar mensen in die een prachtige sfeer brengen in het stadion? Mm -hmm. Absoluut. Zijn dat mensen die, die zingen, die springen? Absoluut. Maar al de rest, al die, al die bivakmutsen... Okay, en, zie. En ik En ik heb een grote mond en ik. Ik lever mee, dat is geen probleem. Maar ten eerste, zo die hele bivakmutscultuur. Als je stoer wilt doen, toon je gezicht. Snap ja. Ik heb zoiets van. Nee, nee laten we het gewoon benoemen hoe het is. Maar het andere is ook van. Inderdaad, wat Gilles zegt. Van, ik wil met mijn neefjes, met mijn broertjes, met mijn vrienden ook naar het stadion kunnen gaan. Dat is fucking gevaarlijk. Ik denk. Als je dan zelf ook gevoetbald hebt. Dat brengt altijd heel fucked-up herinneringen terug bij mm -hmm. je bij. Want we hebben dat allemaal als jeugdvoetballers ook meegemaakt. Op het laagste niveau mm -hmm. van het laagste niveau. Dus dat zit echt in de cultuur. Maar wat mij het meeste stoort is. Um, ik ben slecht met jaren, maar ik kan me herinneren dat wij, ik denk, een Europese kwalificatie tegen Fenerbahce ooit ja, spelen, ja, nee. thuis. Een ja, of, of zelfs, Ja, of misschien zelfs in, in de mm. poelen, inderdaad. Ik denk dat wij 2-0 verliezen of zo. En daar gebeurt in dezelfde hoek ja. ook bullshit. Ik ben toen kind. Ik zit in de, in de, in de hoofdtribune, dat is aan de overkant. En echt waar. Tegen Brugge is de eerste keer dat ik dat gevoel van toen terug heb gehad. Dat ik, echt, ik heb mezelf betrapt, of zo. Oh, ik ben even aan het panikeren. Want hij heeft me echt helemaal teruggebracht naar daar. Ja, als wij 15 jaar later nog steeds dezelfde bullshit in dezelfde hoek van hetzelfde stadion. Tolereren. Niet eens tolereren hebben, dan heb ik ook zoiets van kunnen wij daar alsjeblieft iets aan doen. Want, En dat is ook iets dat heel belangrijk is. En iedereen dat voetbalfan is en in voetbalcultuur. Zit, weet dat heel goed. Wij weten wie wie is. Hè. Het is al niet, de, club, de clubs weten dat ook. Nee, iedereen. De politie weet dat. De polities werken al jarenlang met clubs. We wij hebben, wij hebben stadionwatchers. Om de twee weken zitten daar geen random politieagenten. De vraag hè. is dan: heeft de club dan schrik? Elke club heeft schrik. Om in de de voetbalwereld Ik heb, ik heb, ja. ik heb ja. echt in meetings gezeten met, met veiligheidsverantwoordelijken, die zeiden: Ah ja, maar dat is een D en die want daar. En dat is een D en die want daar. Ja, ik ik de veiligheidsverantwoordelijke van een club, ik ga het niet vernoemen, want hij werkt al ondertussen zelfs niet meer. Maar hij is ook van binnen de club. En andere clubs zullen dat ook echt wel heel goed weten. Wie dat er op dat stoeltje daar zit al drie jaar. En wie dat in breed is, met die tattoo. Echt waar, ja. iedereen en... weet dat. Maar als jij schrik hebt van je eigen supporters, ay, supporters, als jij schrik hebt van de hooligans in je eigen stad, dan kun je je inbeelden dat je, dat je een homeparty party geeft en dat, elke week en dat je weet, ah, die vijf gaan vechten. Ja. Die vijf, dat zijn eigenlijk de bazen in mijn huis. Ik geef geen feestjes, meer, maar wat ik ook heel belangrijk. Vind, dat dat, dat is want ik geef mijn mening erover en ik kan erover, omdat ik ook heel veel van die gasten ken en kende en van in mijn jeugd al vroeger, die, die ook op school kwamen en zeiden, ah, volgend weekend is taarten doen en dit en dat en dat. Het, wat heel belangrijk is en wat we nooit mogen accepteren, is ook dat je, je hebt vaak een gevoel hebt van, van die mensen die, die, dan, die dan komen om te vechten en geweld en zo, dat ze bijna soms willen laten geloven van... Ik ben meer supporter als u, of mm -hmm. ik ken de club beter dan u. Dat is absoluut niet waar. Kom allemaal hier één per één. We gaan hier zitten. en ik, ik zal u laten zien wie de club beter kent en wie langer al aanwezig op de club is. En dat gaat van spelers tot staf, tot mensen die daar gewerkt hebben 50 jaar lang, tot de advocaten vroeger. Ik ken ze ook allemaal. Dus die bullshit moeten we aan de mm. kant leggen. Maar ik heb bijna dingen van, hoe dat het nu in de voetbalcultuur zit. Ik zou ook heel graag die gesprekken met hen aangaan. Kunnen we zelfs hun overtuigen en laten snappen dat dat allemaal niet nodig is om het leuk te hebben, snap je? Want het is, ik wil ook niet een hun en ons verhaal hebben, snapte. Ik wil niet blijven kakken op een bepaalde groep en er ruzie mee maken. Ik wil hmm. gewoon dat we er alsjeblieft mee stoppen. Ja. En, want het is gewoon niet leuk. En zeker niet voor de kinderen. Wij zijn hmm. volwassenen, wij kunnen ermee omgaan. Maar je ziet het gebeuren, je stapt uit het, uit het stadion, je zei op de hè, Avenue The Overbeek. En dan zien je ze allemaal lopen. Ja, voor te gaan batteren ergens. Ja, maar het, het, het spijtige aan die situatie is, ik weet waar het gebeurt, omdat ik het al 10, 15, 20 jaar zie gebeuren. Ik ken het scenario. Mm. Ik en, zou het niet mogen kennen. Het zou geen... Het onderdeel van... Ja, het, maar, het, ja. Zou, het zou geen gewoon... Ik vind het normaal, ik zie ze lopen en ik laat ze voorbij lopen. Mm. Ik heb zoiets van... Ah, ja, dat well, doen zeggen, stop met me ja. niet te vroeg. Nee, ja. dat is fack. Ja, gaan doen zeggen, stop met vechten. Maar wat en, ik ook wel wil zeggen is, is, en misschien moeten we daarmee het ook afronden dan, is, um, het is ook heel belangrijk dat er een, 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 een bepaalde... Er is een, een, een concentratie van mensen die het verzieken voor de rest. En dan wordt heel vaak de lijn doortrokken naar de man achter de gewone dan Moz aan mee. Ook online was daar een hele discussie op het vorm. Ik denk dat we Moza May ook wel heel erg mogen bedanken voor de sfeer dat ze het in het gebracht hebben. Die Absoluut. En die, is, die, dit jaar die was, optimaal. was top. Wij zijn, nee, dit jaar was een play dat is echt top in Europa. Uh, dat is super vet. Misschien af en toe te veel rookpotten die, de, de, tegen Brugge. Dat was een beetje gezag op. Maar man, wat die boys gedaan hebben, respect. Maar dat is ook niet die mannen die de, 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 de sfeer verzieken. Ik dat, dat, is ook niet. dat is duidelijk, wil ik? Dat geloof we ook nog niet. Nee. Hè? Maar daar is wel zo heel veel, dat, wordt heel, dat gaat heel vaak in elkaar over, want dat zijn de ultras die verzieken. Nee, het is echt wel een bepaalde groep. En ik maak me hier niet populair mee met dat te zeggen waarschijnlijk. Die dat het verzieken. Nog altijd die 20, 30, zullen de mannen die gekend zijn. En dat, dat is niet van mee. Dus uh, dat is wel een belangrijke wat ik nog even zeggen daarover. Nee, maar dat is en een belangrijke. Moeten... Dat is een belang... ah. en ik. ik... Ik ben dat oprecht. Dat ik, vind, ik vind dit seizoen is voor mij een van de beste seizoenen die ik qua sfeer heb meegemaakt op Anderlecht. Dus te vergelijken met Europese top. Hè? Nee, dat was echt leuk om naar het stadion te komen. En dan met de resultaten die begonnen goed te gaan, is echt, dat was echt een fijne ervaring. En het zijn absoluut niet voor mij de mensen die achter het, achter het doel zitten, aan beide kanten zelfs. Nee. Alleen, de sfeerbrengers brengen sfeer. En ik ben super dankbaar voor hun, want zij maken de voetbalervaring wat het is. Absoluut maar gewoon de paar mensen die, die, die komen is... puur, puur voor, voor het, het gewelddadigen en al die zaken. Dat is niet leuk. En dat is niet enkel op Anderlecht, dat is overal. Ik zei dat op, op Koekas vorige keer als grap, maar ik meen dat. Ik denk dat ik elke keer dat ik naar een wedstrijd ga, iemand kousie geslagen wordt. misschien ja, ja, ja. Ten... Ja, wil nog iets zeggen. Nog twee dingen dat ik er misschien aan toe wil voegen. De eerste is, de, dat eerste, is de, de, de mensen renten. die die, dat die sfeer willen brengen, ik geloof niet dat je je hele week na, de uur, na je werkuren bezig bent met... Een, een sfeeractie op te zetten, om dan in de nacht daarna nog te gaan vechten en uw club zo niet imago te geven. Dus ik denk ook dat je dat er inderdaad los aan moet trekken. En wat we ook moeten doen, is stoppen met dat in de media zo mooi te brengen. Er moet, fotografen, videografen echt, die moeten stoppen met de foto's te maken van de mannen in hun bivakmuts die, ja. die de politiewagen aan het trotseren. Want geloof mij, die mannen die kieken daarop. Dat is bijna porno van zichzelf kijken. Hè? Echt waar, want ja, je vindt nu is... zelf zo gaaf, want je hebt een bivakmuts op en je staat daar ergens en zo. Oh, er zijn nu zelfs streams docus erover. Dus ja. No. Ja, stop, met, stop met daar content van te maken, stop met dat te verheerlijken tot iets dat wat het niet is. Dat, is. dat is mensen die gewoon vechten. Ga in vechtsport. Er is een vechtsport, hé, dat. Braziliaanse jiu-jitsu bijvoorbeeld, ik kijk cultuur, doe daarmee. Ah, ja. Ik kijk heel graag naar UFC, maar ja, doe daar <laughs> een tip, Emotie, Emoties, ik, ik emotie hou het Ik hou daal. te veel van voetbal ervoor. En, en... Dan mag je ervaring niet verpesten, voor, ja. voor, voor als je met vrouwen, kinderen en minderjarigen ja, ja, wij, gaan, wij gaan naar Anderlicht omdat we van de club houden, maar omdat we van voetbal houden, omdat we als, als kleine jongens leuk vonden om te voetballen. En dat is, al die dingen samen zorgt ervoor dat wij in het weekend zeggen van in plaats van een andere activiteit te gaan doen, ik ga naar het stadion. Ja. Maar houdt hm. gewoon leuk voor iedereen. Oké. Okay. Dat is denk ik een van de meer ernstige auto's. Ik heb het best nooit gedaan, maar ik vind het wel goed. Ik krijg een signaal uit, uit het publiek mensen willen nu niet babbelen, want je zit niet voor je microfoon. Sorry Steven, sorry Dries. <laughs> ja, nou. We hebben nog iets dat we gaan weggeven. Dit was een samenwerking met, uh, noem ik even denken, want het is al even geleden. Copa90? Copa90, Copa ja, met een paar supercoole nice. artikels over Legends, die we bijna niet gespeeld hebben. Yes. En wij hebben dat toen van... cadeautje van de club? cadeautje van, van de club gekregen, dus bij deze gaan we denk ik nog een op, op de socials doen. <laughs> <laughs> op de, je mag er eens in bladeren. Ja, ik, ik wil de mijne wel eens Jill dat is geen probleem. Maar een supercool boek. Uh, dus we gaan ja, iets ja. op de socials doen daarmee. Yes. Altijd in de gaten. We gaan zo meteen nog praten. Heel kort over kort de, voor futures, de because we want to. Voor nu ga ik zeggen dankjewel aan technieke Steven, weer de stille held op de achtergrond. Dankjewel Kenny, Alex, Jill. En, en wij de, zijn de sponsors. Lam Twist, Joma en Moof. En we, zeggen, zijn... we, we, we hebben een eiking uh, dit laatste opname van het seizoen, want er komt een hele coole. Wat nee. is die weer? je Heeft hij wil naar onderlegd? Wil naar man. Dit is, is de, de, de nieuwe coach, de coach de van Bayern München. I wish. Wij zijn er De Bayern München special bij bij Café Constant. Dan verwacht. Het Is Hamarif af? Zijn terug? Tot later op. Zal